Ze willen graag een parkeergarage maken, genereren, noem maar op. Dus ik geloof je allemaal en ik neem het ook voor waar aan wat je zegt. Mm-hmm. Maar wat ik dus gewoon interessant vind, is van hoe fel je dus tegen Netanyahu bent en de Israëlische overheid. Jouw partijleider, die zei, was het vorig jaar? Poetin is een prachtvent. Mm-hmm. Dark Knight, noem maar op. Ja. Dus aan de ene kant zie je dus nu dat jullie heel erg negatief zijn richting de regering Netanyahu en ze van alles uitmaken omdat ze zoveel slechte dingen doen. Maar Rusland en Poetin? Ja, kijk, die uitspraak. Ja, snap je? Ja, dat snap ik niet. Beste kijkers, welkom bij Op Netwerk. Dit is weer een Haags kwartiertje. En we begonnen, althans deze item als Haags kwartiertje. Maar jij was een keer gekomen. En toen was het geen kwartiertje meer, Andreas. Was het een Twents kwartiertje geworden. Het was een Twents kwartiertje geworden. Ja. Dus we hebben Andreas weer uitgenodigd. Want binnenkort weer verkiezingen. Je staat op de lijst van Forum. Ja. Voor de kijkers die jou nog niet kennen, Andreas. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja, mijn naam is Andreas Bakier. Ik ben 29 jaar, ik kom uit Enschede. Wellicht hoor je dat ook wel aan mijn accent. En het Twentse kwartiertje natuurlijk. Mm-hmm. Ik sta op nummer 9 op de lijst voor Forum voor Democratie, voor de aankomende verkiezingen. En ik weet niet wat ik verder eigenlijk moet vertellen. Laten we beginnen gewoon even een rondje maken met elkaar, even luchtig. Wat is jou de afgelopen week echt bijgebleven? Wat vind je? Wat heeft jou bezig gehouden? Ja, natuurlijk. Iets positiefs. Gewoon. Oh, iets positiefs. We kunnen het over negatieve straks hebben in de tijd, maar iets positiefs. Van de afgelopen weken, wat mij positief is bijgestaan. Even kijken. Er gebeuren toch wel positieve dingen toch bij FVD? Ja, nu je dit zegt. Ik zat aan wat anders te denken. Oh. Maar het Forum Festival. Oké. Okay. Oh, ja. Dat was echt superleuk. Ik was helaas ziek, wij konden helaas niet aanwezig zijn. We hadden gearrangeerd dat we zouden komen, maar helaas niet gelukt. Nee. Maar vertel, positief. Ja, dus wij waren met 2.500 man waren we op een terrein bijeengekomen. Mm-hmm. En je had allerlei verschillende tentjes, eertentjes, maar ook ondernemers die daar hun producten konden verkopen of promoten. En we hadden ook heel veel sportactiviteiten. Je kon er bijvoorbeeld kickboksen of armpje drukken. Echt, oké. Okay. Ja, we hadden een sigarenbar. En Baudet het mee, of niet? Niet met het boksen. Okay. Ja, dat ventje van Bender, ik weet niet of je die kent. Ja, dat ken ik al, ja. Ja, die is wel gaan boksen. Oké. Okay. Even kijken, ja, muziek natuurlijk, speeches. En je zit gewoon onder de mensen. We hadden een fantastisch mooi weer toevallig die dag. Mm-hmm. Ralf was er met zijn wijnproeverij, dus lekker wat wijntjes kunnen drinken daar. En dat was eigenlijk een beetje de start van onze campagne. Dus het was al in al echt een hele leuke dag. En dat is jou eigenlijk bijgebleven van wat leuk was. Maar ik wilde nog vragen, er was een verrassing aangekondigd. Wat was die verrassing nou uiteindelijk dan? Een verrassing? Ja, er was een verrassing aangekondigd voor iedereen die er naartoe zou gaan naar het Forum Festival op die zondag. Er was een verrassing. Of er was een surprise act, of er was iets. Maar ja, dat werd zo op social media werd dat gedeeld. Oh, ik heb dat dan volgens mij helemaal gemist. Oh, ja. Oké. Nou goed, dan maak ik het niet uit. Ja. Oké. En je bent ook iets breder geworden, Andreas? Lijkt het? Ja, ik wilde zeggen van ja, dat komt door breed beeld, maar... inderdaad, iets breder geworden. Ik sport nu ook heel veel. Mm-hmm. 6 dagen in de week inmiddels. 6 dagen? Ja. Wauw, dat is intens. Ja, 3 dagen cardio, 3 dagen kracht. Mm-hmm. Ja. Wauw, heftig. Ja. En hoe lang doe je dat al? Dat doe ik nog niet zo heel lang. Dat doe ik nu ongeveer 1,5 maand. 1,5 maand, ja. Oké. Okay. Nou, je ziet al aardig wat resultaat. Mooi. Ja. Ja. En Awish, wat is jouw positief nieuws van deze week? Wat is jouw positief bijgebleven? Dat is echt een moeilijke vraag, joh. Ik ben eigenlijk geneigd om over hele droevige dingen dan te spreken. Positief nieuws, ja, misschien even omdat het toch over sport te praten. Ja, ik vind het lekker om te sporten, dus ik pak af en toe bij de sportclub... een apparaat, maar ook een sauna. Dat is wel lekker. Ja, sauna. En na de sauna even een kort dompelbad. Ja. Dat schijnt heel gezond te zijn, want uit heel veel studies blijkt... dan gaat je serotonine level, die gaat met meer dan 300% omhoog. Zo. Dus na de sauna gelijk even het ijskoude dompelbad in.
Dat maakt mij wel een beetje blij. Misschien is dat het. En hoeveel dagen in de week train jij? Want Andreas doet het dus eigenlijk 6 keer. Ja. 6 dagen in de week. Ja. En jij? Ik probeer 4 keer. Maar dit jaar ben ik heel erg... Soms kan ik gewoon niet. Het is gewoon druk. En dan ga ik weer wel. En dat is gewoon helemaal niet in ritme. En gebruik je ook bepaalde supplementen? Nee, alleen eiwitshakes eigenlijk. Achteraf. Ja. Dat helpt je gewoon... Ja, whey proteins. Want dat helpt je bij spierherstel. Ja. Het herstel. Ja. Ja. Dat is ook het enige wat ik gebruik. Ja? Ja. En ook niet elke dag trouwens. Nee? Nee. Is dat een reden voor waarom je het niet elke dag doet? Ja, ik probeer het gewoon zo natuurlijk mogelijk te doen. Mm-hmm. Het zijn eiwitten, maar het is alsnog synthetisch. Dus ik probeer het meeste eiwitten gewoon echt uit rood vlees, uit kip, eieren, dat soort dingen. Ik probeer het meer daaruit te halen. Maar ik neem het wel... Eigenlijk doe ik het zo, de dagen dat ik cardio doe, neem ik geen eiwitshake. Mm-hmm. De dagen dat ik echt krachttraining in de gym ben, dan neem ik die wel. Oké, ja. Nou, interessant. Maar rood vlees schijnt dan ook wel slecht te zijn, toch? Is dat zo? Ja, daar heb je best wel wat hart- en vaataandoeningen ten gevolge van. Okay. Rood vlees eten schijnt wel om heel veel redenen risicovol te zijn. Je hebt ook dat carnivore dieet, wat Jordan Peterson volgde. Ja, maar rood vlees en zo? Hij had een auto-immuunziekte, als ik het goed begreep. Okay. Of dat was zijn dochter, volgens mij. Zijn dochter, denk ik. Ja, zijn dochter was dat, volgens mij. En die had echt allerlei diëten en medicijnen geprobeerd. Niks werkte. En uiteindelijk was... Elke dag, de hele dag rundvlees eten was de oplossing. Hmm. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat gezond is, maar Kijk, elk voordeel is een nadeel, hè? Dus je moet denk ik in balans blijven. Maar oké. Het kan ook wel heel saai worden, hoor, elke dag. Denk het wel. Ja. Denk het wel. Ik hoorde trouwens van iemand in de sportschool dat er ook zo'n soort erteproteïne bestaat of zoiets. Plantaardig. Ja, van peas, ja. Erten. Oh, okay. Ja, of, weet je daar misschien iets ja, van? Ja, maar je hebt verschillende eiwitproducten. Voor vegetarische en veganistische mensen. Mm. Dat kunnen ze uit dopertjes kunnen ze dat halen. Je kunt het uit soja kan je het halen. Je kunt het zelfs uit bepaalde zeewierplantjes kun je het halen. Maar helaas is het zo dat dierlijk, of tenminste helaas, kijk, ik ben vegetariër, daarom begin ik mijn zin zo. Ja. Helaas is het zo dat eiwitten van dierlijke afkomst worden eigenlijk beter opgenomen in het lijf. Ah. Die hebben een iets snellere opname. Methode, weet je, dan eigenlijk de plantaardige eiwitten. Ja. Maar de meeste dieren halen hun eiwitten wel natuurlijk uit plantaardige bronnen. Ja. Dus dat is wel weer zo. Ja. Okay. Maar het is goed om het te gebruiken, maar ik denk dat balans goed is, weet je. Gezond en gevarieerd blijven eten. Ja, en slapen. Het belangrijkste van sporten is niet sporten en de oefening, maar het slapen. Ja, absoluut. Ja. Want dan groei je en dan rust je uit. Ja. En dat is gewoon belangrijk. Maar je merkt ook dat nadat je getraind hebt, dat je ook gewoon veel fijner kan slapen. Ja. En ook veel dieper gaat slapen. Ja, want stress slaat zich op in heel veel spieren. Ja. Vaak in je nek, in je schouders, in je hartregio, je buikregio. En je zorgt ervoor dat die stress ook weggaat van het sporten. En dus je spieren die worden wat rustiger. Ja. En magnesium natuurlijk, hè, voor het slapen gaan. Magnesium is een hele goede om spieren te ontspannen. Dat heb ik dus vorige week voor het eerst gebruikt. Een collega van mij die zei je moet magnesium bisglycinaat gebruiken. Ze hebben verder ook niks. Ze hebben me een paar meegegeven. En ik heb er dus één voor het slapen genomen en ik sliep echt als een roos. Dat had ik niet verwacht. Ja, klopt. Je slaapt er heel goed van, magnesium. Maar het is ook heel goed voor spierherstel. Magnesium is een hele belangrijke. Ja. En bijna net zoals bij de vitamines. De meeste mensen hebben een D3 tekort, bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik. En ook en een K1. Dat krijgen we ook niet altijd goed genoeg binnen. Maar van de... als het gaat om... hoe heet dat? Niet de vitamine, maar de mineralen. Hè? Ja. Als het gaat om de mineralen, hebben we bijna allemaal een magnesiumdeficiëntie. Dus we moeten magnesium bijslikken eigenlijk. Okay. Ja. Mm-hmm. Ja. Normaal zit het in de aarde, maar onze aarde wordt een beetje vervuild. Dus de groenten krijgen het niet mee, de dieren krijgen het niet mee. Dus het is in mindere mate is dat in ons voedsel. Wow. Dus magnesium is wel goed om bij te slikken, zeker in sport. Ja. Oké. Okay. Ja. En jullie trainen, jij traint 3 keer in de week, jij 6 keer. Ik train 4 keer. Ja, precies. 4 keer. Okay. Ik train 4 keer. Ik ga zo iets over vertellen. Maar train je dan in de ochtend of in de avond? Ik werk in de Tweede Kamer trouwens, voor de Tweede Kamerfractie van FVD. En ik heb de luxe dat ik naast een dat de Tweede Kamer naast de sportschool zit. Mm-hmm. Dus als ik het in de middag iets minder druk heb, dan probeer ik vaak in de middag te gaan. En dan is de sportschool ook veel minder druk. Zijn alle apparaten vrij. Mm-hmm. Dus dan kun je gewoon heel snel je workout doen. Anders moet je steeds wachten tot mensen klaar zijn. Dus dan doe ik dat in de middag. En dan werk ik gewoon wat langer door die dag.
En dus ik probeer dat wel echt regelmatig op dezelfde tijdstip te doen. Okay. Gewoon voor regelmaat voor het lichaam. Misschien is dat ook goed juist. Er zit daar een hele theorie achter, maar daar heb ik me nooit in verdiept. Ja, dat is wel goed. Je moet wel in ritme blijven. Ja, precies. Ja, ritme is heel belangrijk. Ja. Nou, zo doe ik dat dus. En jij, Awish? Ik kan niet in de middag of avond trainen. Ik heb het incidenteel doe ik het, als ik echt niet anders kan, maar liever de ochtenden, joh. Mm. Ik sta liever op en dan ga ik eerst sporten. Ja. En dan ga ik daarna mijn dag starten met werken. Ik merk dat ik denk dat mijn cognitieve performance is dan ook wat beter. Ik ben wat meer scherp, zeker. Wat meer helder. Ja. Wat minder geprikkeld en ik heb gewoon wat meer energie in de dag. Ja. Dus, maar jij eigenlijk, hoe is het met jou? Ik train 4 keer, 4 dagen in de week. Ja. En dan 2 keer bovenlichaam, 2 keer onderlichaam. Oh ja. Zo doe ik dat. En dan kracht, hè? Dus, kracht. Ja. En creatine, whey isolate volgens mij. Ja. En caseïne, neem ik. Oh ja. Wat doet het laatste? De caseïne is een langzame eiwit. En die neem ik voor het slapen gaan. Ja. Dus voordat ik ga slapen neem ik een beetje caseïne met een beetje melk. En dan die chiazaad of zoiets. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je spieren niet afbreken tijdens het slapen, dus dat je meer herstel hebt en behoud van spieren. Merk je met creatine ook echt dat jij, zeg maar, net dat ene zetje? Ja, merk je wel? Ja, ik kon bijvoorbeeld 2-3 maanden geleden of zo, voordat ik proteïne en creatine en zo innam, was mijn max volgens mij op. Je hebt zo eentje met voor de triceps die naar beneden drukt of zo. Ik weet niet hoe die machine heet. Oh, die machine, die naar achter. Dat druk je zo naar beneden. Ja. Nee, gewoon naar beneden. Oh, gewoon. Die naar beneden, oké. Okay, oh ja. Daar kon ik iets van dipper. 55 of zoiets. Ja. Dat was 3 maanden geleden en nu kan ik 85. Zo, maar het is wel, je hebt sowieso progressie als je traint. Ja. Natuurlijk heb je sowieso, maar met deze implementen nog. Het is wel een heel groot verschil. Maar ik merkte gelijk al dat ik de 70 ook al kon. Weet je, toen ik een paar 3 weken creatine in. Ja. En hoeveel sets doe je dan per? Hoeveel reps in een set? Reps doe ik 8 of 10. Oh ja. En dan 5. Oh, dus ik probeer meestal 10 reps per week te doen per spiergroep. Ja. Ik merk het wel. Ik zit wel een beetje te kijken van hoe je nu echt wel massa opbouwt. Weet je, terwijl het is een hele lastige balans tussen dieet. Ja. En trainen, ik denk dat jullie dat ook wel weten. Ja, 100%. Want hoe doen jullie dat qua dieet en trainen? Ja, dus een neef van mij die is personal trainer. En die heeft een soort van dieet voor mij samengesteld. Oh, cool. Dus wat ik zeg maar moet eten wanneer. Mm-hmm. Het wordt wel heel eentonig, dus ik ga je binnenkort ook even appen. Ja. Eerst maar voor een nieuw dieetplan. Maar bijvoorbeeld in de ochtend dan neem ik een yoghurtje wanneer ik wakker ben. En dan in de middag eet ik eigenlijk al wekenlang dus 3-4 eieren. En, oh, dat is een wel soepje. Goed, toch? Ja, ja. Ik probeer zo min mogelijk koolhydraten te eten, dus ik neem dan geen brood erbij. Ja. Maar dan wat groenten, dus je hebt van die snoeptomaatjes en paprikaatjes, die eet ik er dan bij. En dan in de middag, net voor het sporten, neem ik dan vaak een appel. Om gewoon een beetje energie te krijgen. Mm-hmm. Dan ga ik sporten. En dan, als ik hier dan sport, dan na het sporten nog even een eiwitshake. Mm-hmm. En dan avondeten en eigenlijk gewoon wat de pot schaft. Dus daar let je dan niet in principe op? Ja. Nee. Ja. Geen suikers, vetten neem ik aan. Nee, helemaal. En jij, Awish, let je op je eten? Hoe zit dat? Ja, ik let altijd op mijn eten. Ik ben sinds mijn 9e ben ik al vegetarisch. Dus geen vlees, vis, weet je. Dat sowieso niet. Ik ben de laatste maanden ook wel weer. Suikers deed ik al heel weinig, tot niet. Ja. Maar het zit natuurlijk sluik, hè? Het zit verborgen in heel veel. Producten ook noem maar wat simpels, bruine bonen bijvoorbeeld. Alles wat bewerkt is, dat in conserveerblikken zit. Het zit zelfs in brood, zit suiker. Ja, zeker. Ook in volkoren bruin brood zit suiker. Met zoute suikers pas ik wat op. Ik eet redelijk goed. Ik probeer op ritme te eten, denk ik. Mm-hmm. Ik ben nog niet echt met dieet per se goed bezig, maar wel dat ik op ritme probeer te eten. Juist. En ik denk dat je na 8 uur in de avond bijvoorbeeld niet meer moet eten. Mm-hmm. Dat is gewoon niet goed voor je metabolisme. Want je spijsverteringsvuur die gaat dat niet meer kunnen verbranden. Ja. Dus dan ga je dat dan opslaan als vet. Vet. Ja. Dus daar moet je mee oppassen. En sowieso geen fast food, want daar zitten allemaal transvetten in. Ja, nee, dat moet je sowieso. De McDonald's en KFC, dat zijn hele slechte vetten. Als je een patatje bij de KFC of de Mac haalt, dan
duurt het een maand of twee maanden voordat je dat vet hebt wegverbrand. Zo. Het is zo chemisch en zo, ja. Zo slecht voor je. Dat noemen ze dan de transvetten. Ja, het is echt troep. Liever als je een patatje haalt, maak hem zelf thuis of bij de snackbar. Ja. Als die vers gemaakt wordt, weet je. Okay. Dus, maar ja, ik probeer bewust te eten met ritme en niet te veel. En ik kijk wel naar koolhydraten, maar je hebt koolhydraten ook wel een beetje nodig. Ja, tuurlijk. Dus zoals ik zei, in de avond eet ik wat de pot schaf. Dus als het die dag dan spaghetti is of zo, is vol met koolhydraten, dan eet ik dat ook. Dan heb je het gewoon, dan eet ik dat ook gewoon. Laat ik zo zeggen, koolhydraatarm. Dus niet, precies. Ja. En niet qua, te veel. Ja, precies. En qua suikers, inderdaad, alles wat toegevoegd wordt, dat vermijd ik ook. Hmm. Maar bijvoorbeeld een appel of een sinaasappel, daar zit ook heel veel suiker in. Ja, maar dat zijn fruitsuikers en die zijn anders verpakt. Dus die zijn minder erg. Die zijn minder erg. Ja. Dan zijn heel veel voedingsdeskundigen zullen zeggen, nee, foei, dat mag suiker je niet zeggen. Suiker, want suiker is suiker. Ja. Maar dat is alleen maar van toepassing als je suikerziekte hebt of suikerziektegevoelig bent. Ah. Dan moet je ook met fruitsuikers oppassen. Maar in principe, fruitsuikers zijn prima. Die kan je gewoon gebruiken. Ja. En ik denk ook, omdat het gecombineerd is met natuurlijk de vezels van de juist, vrucht. Het gaat om de vezels. Ja, het gaat erom hoe het verpakt is. Fruit is gewoon heel goed verpakt. Precies. Dat geeft ook sneller een verzadigd gevoel. Want exact. Als je bijvoorbeeld bij de McDonald's eet, dan kun je wel een Big Mac eten. En dan heb je na 10 minuten weer honger. Ja, dan kan je weer eten. Dan kun je weer eten. Ja, klopt. Dat heeft geen zin. Maar het enige wat je daarmee kweekt is gewoon een echte vette buik. Ja. Los van dat het er niet uitziet, is het ook gewoon niet gezond voor ons mannen. Ja. Een te grote buikomvang is niet gezond. Mm-hmm. En dat verhoogt het risico van hart- en vaatziektes met ik denk 80% ongeveer. Dus is gewoon niet goed. Ja. Ja, en, maar we zijn gezond bezig. Inderdaad. We zijn gezond bezig. Maar heeft die omslag van dat je nu bent gaan trainen, heeft ook te maken met wat er binnen Forum gebeurt? Want ik zag ook dat Thierry natuurlijk ging trainen. En het was ook goed aan bezig. Kan je er iets over vertellen? Het is niet alsof er een mandaat of een oekase is gekomen van Thierry, jullie moeten allemaal trainen. Nee, dat zeker niet. Ik heb vroeger toen ik nog een stuk jonger was, heb ik ook gevoetbald en dat soort dingen. Mm-hmm. Alleen toen ik hier ging werken in Den Haag, dan zit je achter zo'n bureau en op een gegeven moment ga je in zo'n neerwaartse spiraal komen, waarbij je inderdaad dan suikers gaat eten en ongezond gaat doen, dat soort dingen. En ik werd gewoon op een gegeven moment wakker en ik dacht van, dit is eigenlijk gewoon heel slecht. En ik wil dit veranderen. Toen heb ik me aangemeld en dat was het eigenlijk. Wow. Ja. Ja, en het schijnt ook dat het eten bij de Tweede Kamer ook niet echt jovel is, hè? Nee, dat is waar. Heel veel vet en gefrituurd, toch? Ja, je hebt zeg maar echt een afdeling, alleen snacks, hè? Dus van gehakt staven tot shawarma rollen en kaassoeflees en weet ik veel wat. Dan ga je een beetje Timmermans achterna in het figuur, toch? Ja, precies. Niet ja. politiek, hoop ik. Maar, nee. In beide gevallen niet. Nee, oké. Ja, maar dan heb je... Maar wat dan wel weer goed is, ze hebben ook wel heel veel gezonde dingen. Oh, toch wel? Ja, okay, alleen de geur die ervan afkomt. Je loopt er steeds langs. Dus dat is wel heel erg aantrekkelijk natuurlijk. Okay. Oh, dus je moet ook gewoon sterk hier zijn. Dat ga ik niet doen. Ja. Want je kunt ook verse spiegeletjes laten maken. Oh, maar dat is toch goed? Dan zeg ik van, ik wil 3 eitjes en dan gaat hij ze voor me bakken. Oké. Okay. Ja, prima. Oh, prima. Ja. Oh, oké, okay, leuk. Ja, en soep. Soep is altijd wel prima, ja. Ja. Oké, okay, ja. Nou, Andreas, laten we gewoon beginnen met de actualiteit. We kunnen niet omheen, hè. De situatie in het Midden-Oosten, Israël en Hamas. Ja. Gisteren was het volgens mij dat er een ziekenhuis werd geraakt door een inslag. Ja. En er is heel veel verwijt over en weer of het door Hamas is gedaan of islamitische jihad of Israël. Nou, we gaan daar nou niet op in. Ja. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, was vorige week de statement van Baudet. Ja. Nadat dat gebeurd was, Hamas was Israël binnengevallen, die terreurdaden eigenlijk daar. Er was eventjes stil rondom Forum en op een gegeven moment kwam Baudet met een statement, die kunnen we nu ook even laten zien. En daar zien we ook echt dat, het lijkt net alsof... Of Thierry geen kant wil kiezen. Kan je dat even toelichten, de statement? Het statement, voor het geval nog niet helemaal duidelijk was, is dat het echt een extreem complexe situatie is. En dat wanneer zulke terror plaatsvindt, hè, mensen die vermoord worden, verkracht worden, noem maar op, dan gaat iedereen direct in shock. En je moet ze afmaken. Natuurlijk, even voor duidelijkheid. Hamas moet je ook aanpakken. Niemand die zegt dat je dat niet moet doen. Alleen dan is direct de
vervolgstap. Aan wie kant sta je dan? Ja, wacht even. Even een helikopterview. Ons buitenlandspolitiek is... wij willen ons niet inmengen in externe oorlogen die eigenlijk helemaal niks met Nederland te maken hebben. Dat zien we ook bijvoorbeeld met Oekraïne-Rusland. Dat zagen we met Azerbeidzjan en Armenië. Dat zien we nu tussen de staat Israël en Hamas. En volgens mij was dat Einstein die zei van de toppunt van domheid is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. En wat er steeds gebeurt, wij worden op de een of andere wonderbaarlijke manier continu in oorlogen meegesleept. En dan krijg je natuurlijk vluchtelingen. En wie moet die weer opvangen? Wij. Dus alleen al daarom proberen we gewoon even terughoudend te zijn. Want natuurlijk, op het moment dat zo'n verschrikkelijke gebeurtenis plaatsvindt, dan gaat iedereen uit emotie reageren. Maar als je een land wil regeren, dan moet dat nuchter gebeuren en niet op basis van emotie. Dus wij willen daar heel terughoudend in zijn. En Israël is ook geen lievertje in heel veel dingen. Hè? Bijvoorbeeld, zij hebben bijvoorbeeld ook een maand of twee geleden, toen Azerbeidzjan en Armenië elkaar de haren invlogen, heeft Israël Azerbeidzjan bewapend om volgens die enclave van Nagorno-Karabakh, of Artsakh zoals de Armenen die noemen, 130.000 inwoners zijn daar in 24 uur zijn gevlucht. Daar heeft Israël ook een hele grote rol in gespeeld. En dat wordt helemaal niet belicht hier in het Westen. Dus maar speelt dat mee in het standpunt van Baudet? Dat zou je aan hem moeten vragen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet of dat meespeelt. Dat zou je aan hem moeten vragen. Maar wat het standpunt van FVD is dus, wij willen oorlogen waar wij niks mee te maken hebben, willen we ook zo houden. Daar willen we ook niks mee te maken hebben. Maar dat is toch lastig, omdat heel veel gebeurtenissen ook geïmporteerd worden naar dit land. Ja. En dat zie je ook in de uiting, in demonstraties. Dat zie je in mensen die ook in Europa worden afgeslacht, omdat Hamas een oproep deed en gisteren weer in Brussel 2 mensen dood, geloof ik. Ja. Als politiek moet je daar toch een mening over hebben? Ja, tuurlijk. Maar we hebben vanaf dag 1 al gezegd, wij willen die mensen hier niet. Ja, oké. Maar ze zijn er niet. Ze zijn er, ja. Ze zijn er niet, toch? Ja, die moet je aanpakken. Een terrorist, die moet je aanpakken. Ja. Ik heb die filmpjes gezien. Je ziet dan die gast die in Brussel, die zit dan gewoon heel chill op straat zijn Kalashnikov te herladen. Lukt dan niet. En dan gaat hij heel knullig, gaat hij weer het magazijn eren. En iedereen staat daarbij en de politie die komt helemaal niet. Na het vermoorden van een aantal mensen rijdt hij nog een aantal uur rond. Niemand die hem kan vinden. De staat van Europa is echt bar slecht op dit moment. In alles. Als het al om veiligheid, om landsbestuur, sociale cohesie. We gaan echt de verkeerde kant op. Ja, kijk, weet je wat ik niet snap? Is dat toen Forum net opkwam, toen werden er best wel veel filmpjes ook gemaakt over de Nederlandse cultuur. Hè? Je moet er trots zijn op de Nederlandse cultuur, de Renaissance vloot en noem maar op. Ja. We moeten trots zijn op onze Nederlandse normen en waarden. We moeten die Nederlandse normen en waarden ook uitdragen. We moeten trots zijn op die christelijke traditie, die Joods-christelijke traditie, wordt er vaak gezegd. Hè? Daarmee wekt de Forum het idee dat ze echt staan voor die Nederlandse cultuur, Nederlandse normen en waarden, toch? Ja, maar wat is de link daarmee met Israël? Ja, dat komt. Ja. Komt. Ja. Maar wat ik dan niet snap, is dat wanneer de ergste aanslagen, wanneer de zwartste dag van eigenlijk de Joden na de Tweede Wereldoorlog, hè, er zijn geen Joden, zoveel Joden vermoord na de Tweede Wereldoorlog sinds die ene zaterdag. Ja. Dan opeens is Forum genuanceerd, wilt Forum de-escalatie, noem maar op. Terwijl op andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de stikstofdossier, riep bijvoorbeeld Gideon van Meijeren op om naar het parlement te gaan. Dus kiest Forum de strategie van escalatie. Maar wanneer het om Israël gaat,
wanneer het om dit dossier gaat, dan opeens kunnen ze wel de nuance vinden, zijn ze wel genuanceerd, vinden ze het een complexe zaak. Maar ja, een stikstofdossier is toch ook complex? Ja, toch? Oké, mag ik daarop antwoorden? Ja, natuurlijk. Oké, allereerst wil ik even rechtzetten over wat Gideon van Meijeren zei. Hij zei dat hij de vrees had dat dat ooit zou gebeuren, dat in de geschiedenis dat vaker gebeurd is en dat helaas gepaard ging met geweld. En de conclusie van dat statement is dus, ik hoop dat dat niet gebeurt. Dus hij heeft absoluut niemand opgeroepen om dat juist wel te doen. Dus dat één. Twee, stikstof is een interne aangelegenheid. Israël niet. Hè? Wat heeft Israël nou met Nederland te maken? Dus stikstof, dat is een interne aangelegenheid. Maar bij ons, wat ik zei, wij houden ons ook afzijdig of hoe noem je dat, neutraal als het gaat om Rusland-Oekraïne. Het is niet dat wij specifiek hierop, en om hierop verder in te gaan, waarom is in één keer die verontwaardiging zo groot als het over Israël gaat? Israël is geen incapabele land, hè? Zij kunnen zich prima verdedigen. Kijk, stel dat dat niet het geval was. Dat het een minderheid zou zijn die zwaar vervolgd wordt en dat niemand zich erom bekommert. Dan kun je zeggen van oké, ze hebben niemand. Er dreigt een genocide gepleegd te worden. Daar moeten we wat van vinden. Dat is een ander verhaal, maar zij zijn zeer capabel. Dan tenslotte nog, waar was deze westerse verontwaardiging toen de Assyriërs en de Yezidi in Irak werden vermoord door ISIS? Waarom werd toen niet geroepen van onvoorwaardelijke steun voor de Yezidi, onvoorwaardelijke steun voor de Assyriërs, ze worden daar uitgemoord. Wij hebben ook een genocide meegemaakt in 1915. En nu weer door in 2013 door ISIS opnieuw. Wij zijn niet geholpen. Waarom is het Westen zo hypocriet dan? Waarom gaat het Westen nou zogenaamd verenigd achter Israël staan? Ja, oké, ik snap je punt, ook vanwege je achtergrond. Hè. Dat neem ik mee. Alleen, je kan niet zeggen dat dit alleen maar in Israël plaatsvindt, want dit conflict wordt geïmporteerd. Er zijn nu mensen in de Joodse gemeenschappen, donderdag waren we naar die demonstratie. Mensen zijn bang om zich uit te spreken over deze kwestie. Als jij je pro... Dat keur ik niet goed, hè? Dat is een heel groot probleem. Ja, maar daarom, is het toch, aan onze politieke leiders om moreel leiderschap te tonen, om zich uit te spreken. Het is toch juist... Maar wij hebben ons toch niet tegen Israël uitgesproken? Nou, dat... Je kan niet letterlijk zeggen dat het tegen Israël is, maar je schuurt wel tegen denk aan. Het is stil gebleven, bedoel je. Nee, dat vind ik echt onzin. Kijk, de discussie die wordt gereduceerd tot iets binairs, tot iets zwart-wits. Oh, dus je staat niet 100% onvoorwaardelijk achter alles wat de Israëlische staat doet, dus je bent voor Hamas. Dat zeg ik niet. Maar kijk, wat heel raar is, is van... Er gebeurt zoiets groots in het Midden-Oosten. En natuurlijk, weet je, de andere zaken die gebeuren richting de christenen zijn ook erg. Maar veel erger, honderdduizenden. Prima, weet je, dat neem ik graag van je aan. Maar waarom kiest Baudet op dat moment om een handreiking te doen naar Denk, wiens achterban van Denk op die demonstratie staan, Palestijnse vlaggen lopen te wapperen. Hij liep met een iemand, Kuzu liep met iemand die een financierder was van Hamas. Hè? Iemand die ging ronselen, financiën ging ronselen in Nederland voor Hamas. Een fondsenwerver. Waarom op dit moment een handreiking naar Denk, terwijl het juist een moment is om je moreel uit te spreken van hey, wij zijn trots op Nederland, wij zijn trots op normen en waarden en wij staan achter Israël. Israël is niet een heilige staat, maar wat nu gebeurt is zo'n zwarte dag voor de Joodse gemeenschap. Ze verdienen het om een hart onder de riem te steken. Waarom dat niet? Oké, ten eerste, wij hebben het geweld van Hamas direct veroordeeld. Ik weet niet welke idioot dat ooit zou goed praten. Zijn daar naar binnen gekomen. Dat is trouwens ook nog even een vraag hoe dat überhaupt heeft kunnen gebeuren. Hè? Maar dat kunnen we misschien zo meteen over hebben. Dus Hamas veroordelen wij in de sterkste bewoordingen die je maar kunt bedenken. En handuitreiking naar Denk, tuurlijk niet. Dat staat nergens op. Wat hebben wij nou mee te maken dat Kuzu met een fondsenwerver voor Hamas rondloopt? We hebben daar helemaal niks mee te maken. Nee, maar je zag in die commissie, Baudet naar Van Baarle... Hij vond zijn toespraak vond hij sympathiek omdat dat enigszins overeenkomt. Niet helemaal, maar enigszins overeenkomt met wat hij zelf daarna zou uitspreken. En zij waren de enige twee die dat standpunt daar hadden. Dus in dat opzicht vond hij die toespraak genuanceerd, vond hij sympathiek. Maar dat zegt toch niks over dat wij dan in één keer
ervoor zijn om fondsen te werven voor Hamas. Nee, ik zeg niet dat, dat jullie dat willen doen. Ja. Ik zeg dat het opmerkelijk is dat je een handreiking doet naar een partij. Maar zo moet je dat niet zien. Het is geen handreiking naar een andere partij. Die toespraak, die schoot hem in de goede keel gaat, laat ik het zo zeggen. Dat heeft hij even kort op. En wat ik gewoon raar vind is van, kijk, dat is gewoon iets wat ik denk. Mm-hmm. Hè? Kijk, bij de VVD, bij Dylan, mm-hmm. zij is getrouwd met een Joodse man. En mm-hmm. elke keer wanneer zij praat over deze kwestie, dan zie je gewoon echt dat het haar emotioneel raakt. Weet je, bij sommige... Misschien is zij ook echt heel erg persoonlijk bij betrokken, omdat zij dus getrouwd is met een Joodse man. Ja, en bij jou zie ik ook, weet je, de kwestie van christenen in het Midden-Oosten, dat raakt jou, omdat het jouw achtergrond is. Zeker, ja. Maar wat ik... Ik ga niet zo goed met Baudet om zoals jij met hem omgaat. Mm-hmm. Maar wat ik niet snap, hij is getrouwd met een Joodse vrouw. Mm-hmm. Hij heeft een kind. Weet mm-hmm. je, ze hebben samen een kind samen. Dus volgens de Joodse traditie gaat het via de moeder, hè? Dus dan mm-hmm. ben je ook Joods. Ja, zeker, ja. Ik snap dan niet waarom het hem dan niet zo raakt. Of misschien raakt het hem wel. Ja, het raakt hem, tuurlijk raakt mm-hmm. het hem. Alleen, weet je wat het probleem is? Je wordt direct in zo'n discussie meegesleept. Mm-hmm. Meegesleurd van... Je moet nu achter dit en dat staan, want anders ben je tegen. Mm-hmm. Nee, kijk, we hebben heel erg te doen met al die slachtoffers. Mm-hmm. Die families die daar uiteengerukt zeker, zijn. Ja. Vrouwen die daar verkracht, vermoord zijn. Dat gaat ons heel erg na aan het hart. Mm-hmm. 100%. Alleen, je moet dan niet je ogen sluiten en zeggen van... Oké, dit is zo erg. Wat ze ook doen is prima. Nee, maar het zeg je niet. Kijk, direct daarna, wat zegt Netanyahu? Die zegt van, wij gaan van Gaza gaan wij een parkeerplaats maken. Grote politici daar zeggen, give them hell. Jordan Peterson zei dat bijvoorbeeld. Jordan Peterson, maar ook Wilders die zei dat. En meerdere die dat zeggen. Maar dat is gewoon een oproep tot genocide. Het is hermetisch afgesloten. Er wonen 2 miljoen Gazanen daar. Hmm. 44% van die bevolking is 14 jaar. Gemiddelde leeftijd in Gaza is 18. Dus we hebben het over kinderen. Hè? En die ga je allemaal uitmoorden. Ze gaat een genocide plegen. Omdat een stel domme terroristen een aanslag gepleegd hebben. Maak die terroristen af. Iedereen staat achter je. Niemand die zegt van waarom doe je dit? We staan 100% achter je als je die terroristen aan gaat pakken. Maar je kan niet een genocide plegen. Maar wat heel grappig is, dat je in de verdediging bent voor de Palestijnen nu. Dat is precies mijn punt. Dat is nu, kijk, wat je zegt van ja, die Gazanen, noem maar op, is open lucht. Weet je, al die dingen wat je zegt, dat is prima. Kijk, dat is een standpunt wat je kan innemen. Maar wat mij gewoon opvalt, en ik keur dit standpunt ook niet af, hè. Wat mij opvalt is dat rechts en vooral ook Baudet, hè, die ging op een gegeven moment in het begin ook met Hiddema naar Joodse bijeenkomsten. Die sprak zich altijd uit. Mm-hmm. Maar nu zie je opeens een draai. Ik zie dat niet als een draai. Het is... Nu opeens verdedig je eigenlijk die Palestijnse belangen. Nu als jij met mij in discussie gaat, heb je het over hoe zielig de Gazanen zijn en dat het erg is en dat 44% jonger is. Dus kijk, bij mij gaat het niet om dat je het inhoudelijk, dat je dat zegt, maar het feit dat je die positie inneemt, is voor mij al heel interessant. Kijk, genocide vind ik gewoon iets vreselijks. Misschien is dat ook omdat mijn volk zelf een genocide heeft meegemaakt. Hè? Dat is dan, die trauma, die krijg je soort van meer. Daar wordt gewoon over gepraat. En ik zie ook wat dat heeft aangericht. Bijvoorbeeld de grootvader van mijn vader, dus mijn overgrootvader, was de enige overlevende in zijn dorp. Mm-hmm. Iedereen is uitgemoord. Mm-hmm. En als ik dan terugdenk van, dus ik had nog misschien veel meer familie kunnen hebben, meer neefjes en nichtjes. En de verhalen die er allemaal bij komen kijken. Dus dat ik daar een soort van persoonlijke aanraking heb gehad mm-hmm. met wat een genocide doet. Ik ben gewoon tegen genocide. Ja, maar dat snap ik. Maar denk je dat Israël dus een genocide gaat plegen nu in Gaza? Dat is wel wat er geroepen werd. En, mm-hmm. en als je ook kijkt van, dat is de strategie, dat zeggen ze dan, in ieder geval, hè, ik weet niet hoeveel waarheid daarin zit, is ze zeggen nu tegen alle Gazanen, ga naar het zuiden, dan gaan ze het hele noorden plat bombarderen, dan laten ze niks meer van over. En dan zeggen ze, nu moet je die weer allemaal naar het noorden, dan gaan ze het hele zuiden plat bombarderen. Dan heb je daar 2 miljoen mensen zonder water, elektriciteit, voedsel, in een openluchtgevangenis. Ja, dat is ook een genocide. Als je ze niet direct vermoordt met raketten, maar ze zo laat uithongeren, is ook genocide. En genocide keur ik gewoon af. Tegen wie het ook is. Maar toen, voordat die strategie bekend was dat ze naar het zuiden moesten gaan,
Daarvoor was het statement al, hè? Was jullie standpunt al ingenomen? Dus het is gebeurd en direct daarna was het van, toen zijn we eerst even terughoudend gaan blijven van, wat de fuck is hier nou weer gebeurd? Mm-hmm. Hè? Dus je gaat even afwachten op meerdere berichtgevingen van, wat is er nou precies gebeurd? Wat is echt bevestigd? Want ze zeggen wel eens, het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Mm-hmm. Dus dan moet je terughoudend zijn met het geven van een eerste statement. Want als je dat doet, gebeurt dat vanuit emotie. Dus je wacht eerst even af om te kijken van, wat zijn nou de feiten? Nou, toen het eenmaal duidelijk was wat er allemaal gaande was, ja, dan ga je dus kijken van, oké, hoe wordt daarop gereageerd? Dus door Israël zelf, door de overheid. En als ik zeg Israël, heb ik het trouwens over de overheid, niet over de Israëliërs, over de Joden die daar wonen. Want dat zie ik wel echt als twee aparte dingen. Je hebt de mm-hmm. overheid Israël en het volk, mm-hmm. de Joodse bevolking, zeg maar. Dus, en het eerste wat je ziet, en kijk, ergens snap je het ook wel. Er is zojuist een terroristische aanslag gepleegd op jouw land. Er zijn heel veel levens verloren gegaan op gruwelijke wijze. Dat je boos wordt, hè? Dat je dan ook gaat reageren. Maar een oproep tot genocide van, we gaan het helemaal schoonvegen, we maken er een parkeerplaats van, nu is het genoeg geweest. En vooral, kijk, de situatie in het Midden-Oosten is zo enorm complex. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het weet, maar Netanyahu zelf in 2019 in de Jerusalem Post, mm-hmm. misschien kun je dat artikel ook in de beschrijving zetten van deze video, heeft Hamas gefinancierd. En waarom heeft hij dat gedaan? Om Fatah, dus dat is zeg maar de Westbank, mm-hmm. van de Palestijnen en Gaza, om daar een om ze te splijten van elkaar als het ware. Dus hij heeft zelf eerst Hamas groot gemaakt. Mm-hmm. En nu heeft hij daar problemen mee. En wat ik zeg, hij heeft meerdere dingen gedaan. Ook bijvoorbeeld het getuigen in de US Congress toen net na 9-11. Hij heeft daar gezworen dat, daar heb ik ook filmpjes van, kan ik je ook laten zien, staat gewoon op YouTube. Hij heeft daar gezworen dat Irak weapons of mass destruction heeft. Mm-hmm. En als gevolg daarvan is Irak binnengevallen. Irak binnengevallen. Ja. Miljoen burgerdoden. Niemand die er wat van zegt. Dus die Netanyahu, die Israëlische overheid, die hebben gewoon echt een heel vieze spel gespeeld daar in het Midden-Oosten. Dus daarom ben ik zelf gewoon een beetje terughoudend van, oké, hoe moet ik hier nou op reageren? Maar wat zo opmerkelijk is, en dan geef ik al wie het woord. Mm-hmm, nee, wat zo opmerkelijk is van, weet je, ik hoor nu allemaal argumenten tegen Netanyahu. En ik geloof je graag, hè, van al die dingen. Dus, ik geloof je graag, ja. Tegen Netanyahu, ja. En Israël het nadeel van de twijfel geven. Want ze willen Gaza een parkeergarage maken, genocide, noem maar op. Dus ik geloof je allemaal. En ik neem het ook voor waar aan wat je zegt. Mm-hmm. Maar wat ik dus gewoon interessant vind, is van hoe fel je dus tegen Netanyahu bent en de Israëlische overheid. Jouw partijleider, die zei, was het vorig jaar? Poetin is een prachtvent. Mm-hmm. Dark Knight, noem maar op. Ja. Dus aan de ene kant zie je dus nu dat jullie heel erg negatief zijn richting de regering Netanyahu en ze van alles uitmaken omdat ze zoveel slechte dingen doen. Maar Rusland en Poetin? Ja, kijk, die uitspraak. Ja, snap je? Dat snap ik niet. Die uitspraak over Poetin, dat moet je meer metafysisch gaan zien. Dat is wat ik bedoel. Ja, heel veel mensen begrijpen Thierry niet vaak. Ik begrijp hem heel goed. Waarom zegt hij dat? Dat heeft hij ook in andere interviews heeft hij dat toegelicht. Hij ziet de oorlog in Oekraïne en Rusland als niet alleen een fysieke oorlog, waar helaas ook heel veel doden bij komen kijken, maar ook een oorlog over waar wij als beschaving, als wereldbevolking heen gaan. Het is het ene idee van unipolariteit versus multipolariteit. Het is het uitdagen van Amerika als hegemoon. En het is dus in die context moet je anti-Amerika eigenlijk, ja, toch? Anti-hegemonie. Anti-unipolariteit. Ja, wij worden geregeerd door Amerika. Maar je kan toch ook zeggen van, ja, maar dit is wel een hele complexe situatie. Rusland, ja, Oekraïne. Dus eigenlijk moeten we gaan voor de-escalatie ook in de regio. We moeten ook ons niet uitspreken.
Maar jullie hebben je wel uitgesproken. Nee, wij hebben altijd gezegd, ook als je onze debatten terugkijkt van onze buitenlandvoerders, Ralf Dekkers, Pepijn, Thierry zelf, hebben dat allemaal gezegd. Wij moeten aansturen op de-escalatie, op vredesonderhandelingen. Dat is continu waar wij toe oproepen. Maar Poetin is wel een wereldvent. In die context wat ik net heb omschreven, dus in die metafysische context, ja, de underdog, de dark knight. Zo moet je dat zien. Maar snap je dat het voor mij dus lastig is? Dat aan de ene kant zie ik dus, weet je, pro-Rusland, noem maar op. Aan de andere kant nu Netanyahu is slecht, noem maar op. Ik vind het gewoon... Ik snap het gewoon niet. Kijk, nog ja, misschien wat Avicii. Jullie steunen eigenlijk die onderdoorpositie. De landen die eigenlijk de tegenhangers zijn van Amerika. Die steun je. En jullie zeggen waarschijnlijk van Israël dat zijn bondgenoten van Amerika. Dus daar ben je misschien niet per se voor. Maar een antagonist, een goede antagonist van Amerika zou kunnen zijn Rusland. Dus daarom zeg je Rusland, daar staan we wel voor. Is dat een beetje wat je bedoelt? Ik snap hoe je het omschrijft, maar het is niet wij zijn voor Rusland. Wij zijn gewoon voor Nederland. Wij denken in het Nederlands belang. En het is ook niet in het Nederlands belang om daar die oorlog in Oekraïne continu te steunen. Wij hebben F-16's gestuurd naar Oekraïne. Ja, Rusland kan dat gewoon bestempelen als oorlogsdaad. En heeft die dreiging heeft hij ook al een aantal keer gemaakt. Zij kunnen ook hier gewoon een bom gooien op Rotterdam of op Den Haag of op Amsterdam. Omdat wij de vijand aan het bevoorraden zijn. Ja, eens. Maar dat maakt toch niet per se waarom je voor Poetin kiest. Ik ben het met je eens dat we niet moeten bemoeien en interveneren in de conflicten van andere landen. En zeker niet in oorlogen die niet de onze zijn. Ik denk dat een hele gezonde, weet je, standpunt is. Maar dan ben je toch niet per se pro-Rusland? Ja, maar wij zijn ook niet... Het is niet dat wij Poetin de hemel inprijzen, dat de voorbeeld is, de belichaming van het goed. Dat zeggen wij helemaal niet. Oké, nee. Maar ik wilde ook een ander punt maken. Dat is eigenlijk inhakend op de discussie die net plaatsvond. Je geeft aan van ja, het Israëlische bestuur is ook niet helemaal zuiver. Dat heeft ook kunstgrepen uitgehaald en heeft misschien niet altijd goed gehandeld. Mm-hmm. Maar hoe verklaar je dan waarom... Ik bedoel, Israël moet zich toch ook staande houden? Ja. Het is best wel een naar westers idee een moderne samenleving. Er wordt op een gegeven moment een trendsfestival bestormd. Dus mensen hebben ook een bepaald idee van wat vrijheid is. Hij moet toch die vrijheid ook toch beschermen? En jij hebt het erover dat je zegt, ja, hij kan geen genocide plegen. Maar je kan ook moeilijk zeggen van, ja, weet je wat, jij bent wel Hamas, jij bent niet Hamas. Want uit een heleboel statistieken blijkt dat heel veel, meer dan 50% van de mensen wel degelijk Hamas steunt. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Over dat percentage van 50%, wat ik net ook tegen Shashi zei. 44% van de bevolking is 14 jaar of jonger. Ja. Dus we hebben het hier over kinderen. Uh-huh. Daarnaast, jij bent antropoloog, toch? Uh-huh. Dan zou je dit kunnen beamen. Althans, als je weet hoe de cultuur in het Midden-Oosten zijn. Uh-huh. Maar daar heb je het over tribale stammen. Het zijn dan stammen. En wat de stamhoofd zegt, dat is de lijn die de hele familie, die de hele stam aanhoudt. Dus je hoeft als Iran of als moslimbroederschap, hoef je alleen één stamhoofd om te kopen. En dan is automatisch die hele stam gaat dan op die partij stemmen. Dat is hoe het daar werkt. Dat is ook waarom democratie vrijwel onmogelijk is daar in het Midden-Oosten. Omdat het zo tribaal is. Maar dan gaat Ik vind dat geen argument over dat Hamas daar gesteund wordt. Daarnaast moet je ook bewust van zijn dat het om een gebied gaat twee keer zo groot als Texel, waar 2 miljoen mensen wonen, wat hermetisch afgesloten is. Je hebt daar een terroristische organisatie, Hamas, die gesteund wordt door de Shiïtische Iran en de Soenitische moslimbroederschap. Die daar dus ook de hele bevolking kunnen terroriseren. En dan, ja, wees dan nog maar een vent dat als zo'n gast van Hamas naast jou staat met een Kalashnikov, op wie ga je stemmen? Dat je zegt van, nee, ik ga toch democratie stemmen. Ja, je zegt eigenlijk dat het is een soort peer pressure. Ja, maar Andreas, je kan mij toch niet vertellen dat al die kruisraketten die daar naartoe worden gebracht... Hoe komen ze daar? Ja. Als dat helemaal hermetisch... Inderdaad, afgesloten. Hoe zit dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus in de media wordt geklaagd over dat die mensen geen energie, geen water hebben. Ja. Aan de andere kant, het grenst aan zee. Ja.
Je kunt ook waterinstallatie, zuiveringsinstallatie kun je buien, denk ik. Kost heel veel stroom, maar het kan. Ja. Alles kan als, ja. als je elke dag 1000 raketten kan, kruisraketten kan afvoeren. En ik heb gezien op Google, dat is ongeveer 1,5 miljoen euro per raket. Zo. Dus daar hebben ze heel veel geld voor. Ja. Dus hoe verklaar je dan? Hoe komen die raketten daar? Of zitten daar alle... Zij worden hoe dan ook gefinancierd vanuit Iran, 100%. Ja, maar dat is een geldstroom. En... Maar hoe komen die materialen en die know-how en die kennis daar? Want dat is de hamvraag. Ik weet het niet, maar als ik het zo bekijk, inderdaad, hermetisch afgesloten. Zij, qua marine hebben ze helemaal niks. Hè, dus ze kunnen het ook niet via de zee binnenhalen. Die wordt ook helemaal gecontroleerd. Aan de zuidkant, hermetisch afgesloten... Oost en Noorden hermetisch afgesloten. Ja, dan zou het dus via een landweg moeten gaan. Ik snap het ook niet. Ja. Of een tunnel van Iran tot aan Gaza. Dat lijkt maar als je mag freestylen over theorieën, wat denk je dan? Denk je dan dat Israël dat doet? Denk je dat Egypte dat doet? Doet Libanon dat? Wie doet dat? Een van de aangrenzende landen moet de operatie verlenen, toch? Kijk, het is natuurlijk... duidelijk dat Hezbollah uit Libanon, ook geleerd aan Iran, het dichtstbij is. Dus misschien dat het vanuit Iran naar Hezbollah uiteindelijk bij Hamas terechtkomt. Hoe dat gebeurt, ik weet het echt niet. Het blijft speculeren. En als we gaan speculeren, ja, ik denk zelf, en dit is dus allemaal speculatief. Hè, het is een theorie, want je mag theoriseren, toch? Ja, Als ik zo die hele oorlog bekijk, van wat er tot nu toe allemaal gebeurd is, lijkt het wel alsof Netanyahu een soort eigen 9-11 wilde hebben. Dus dat hij het soort van heeft, ja, dit klinkt heel cru, dit is natuurlijk ook heel speculatief, maar dat hij het soort van heeft laten gebeuren. Want hij is 10 dagen ervoor, is hij gewaarschuwd door de minister van Buitenlandse Zaken van Egypte, van wij signaleren rare activiteiten daar. Zij hebben de sterkste inlichtingendienst van de wereld. Ze zijn nog sterker dan de CIA, als je het internet moet geloven. Zij zijn ook de makers van die Pegasus-software, waar ze alle telefoons kunnen afluisteren van iedereen. Wat ook veelvuldig wordt, die software die verkopen ze aan rare andere, landen. Ook overheden, ja. Ja, die dan journalisten afluisteren en dat soort dingen. Dus die capaciteiten die hebben ze. Ik heb video's gezien van oude IDF-soldaten die zeggen van... vroeger, toen er een muis langs het hek liep, kregen we daar al een bericht van. Dus, maar dit was iets groter dan een muis, toch? Ze zijn met bulldozers zijn ze eroverheen gegaan. Ja. Dus ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ze hebben 7-8 uur lang hun gang kunnen gaan voordat er is ingegrepen. Dus, en dan wordt gezegd, ja, dat was een nationale feestdag, maar toch? Ja, maar alsnog, het leger moet altijd een opperste staat van paraatheid zijn. Feestdag of geen feestdag. Dus, maar kunnen ze geen fout maken? Het feit ja, dat ze de kan, beste... maar dan moeten ze heel veel fouten maken. Dus. Dat kan toch? Allemaal dus, achter elkaar. Maar waarom vind jij een complot, vind je plausibeler dan bijvoorbeeld een menselijke fout? Nee, ik weet het niet. Dat zeg ik. Mm-hmm. Ik weet het oprecht niet. Mm-hmm. Maar dus als ik zou moeten speculeren, als ik nou met iets, met een antwoord zou moeten komen... Is dit jouw idee erover? Dan is dit mijn idee erover. Ja. Maar ik weet het oprecht niet. Maar mijn punt is dat ik het ongeloofwaardig vind dat dat gebied hermetisch is afgesloten. Ja, of het is dus niet hermetisch afgesloten, want toen komen die raketten daar binnen, wil je zeggen. Dat is waar ik, wat ik als maar eerste dan bericht. Zeg jij ook, Netanyahu heeft hier iets mee te maken. Nee, ik wijs daar geen persoon voor aan, maar Ja, of de overheid. Ja, maar ik denk wel dat we niet alles van het verhaal meekrijgen. Dat is wat ik ook net zei. Het eerste wat sneuvelt tijdens een oorlog is de waarheid. En van beide kanten wordt de propaganda gevoerd. Ja. Dus het is heel moeilijk om hier iets zinnigs over te zeggen. Dat je echt harde feiten hebt. Nee, maar je kan los van de inhoud, los van... kan je toch moreel er iets van vinden? Maar dat vind ik ook. Want er is toch een moreel verschil tussen... Hamas en Israël. Wat Israël is overkomen en Hamas. Ja, maar kijk, je moet even twee dingen scheiden. Je hebt Israël als staat en de bevolking. Mm-hmm. Dus dat zijn twee aparte dingen. Mm-hmm. En je hebt de Palestijnen als bevolking en Hamas. Mm-hmm. Dus dat zijn ook twee dingen. Maar er is een moreel verschil tussen de Israëlische overheid die en Hamas. Die heeft alle recht. Ja, en Hamas, 100%. Toch? Maar er is ook niemand die goed is bij zijn hoofd, die zegt van, nee, wat Israël Hamas aandoet, dat kan echt niet. Mm-hmm. Iedereen is erover eens dat Israël al het recht heeft om Hamas aan te pakken. Mm-hmm. Ja, maar weet je wat storend is? Maar mag ja, even? Okay. Wat dan interessant is, want jij zegt van, oké, Israël mag alles doen om Hamas aan te pakken. Maar ja.
ze ontkomen er niet aan, precies, om acties te plegen in Gaza, waar de burgers zijn. En dan heb jij het erover van, ja, maar dan vind jij het genocide, dan vind jij het... Maar helaas is dat de werkelijkheid, hè. Dus wanneer zij iets willen doen, dan kun je het oorlogsrecht. Dat is altijd heel moeilijk. Als je kijkt naar guerrilla warfare, waarom is dat altijd zo succesvol geweest? Omdat zij zich dan gaan verschuilen tussen de normale bevolking. En die hebben toch ook geen schuld? Die wil je niet zomaar afmaken. Tuurlijk niet. Dus ja, het is een hele smerige tactiek. Wat trouwens ook in het oorlogsrecht niet mag. Het is ook gewoon oorlogsmisdaad wat zij doen. Hè? Maar ja, het is een terroristische organisatie. Ja, die houdt zich niet aan oorlogsrecht. Alsof zij iets van oorlogsrecht... dat boeit ze niks. Nee. Tuurlijk, dus dat maakt de situatie wel heel wrang. Maar dat is nog steeds geen excuus om onschuldige kinderen te vermoorden. Maar je kan er toch moreel iets van vinden als partij. Van, hey, luister, we zien dit conflict. We zien dat er een partij is... Ik heb net keer moreel hier iets van gevonden. Dan nog wordt er gezegd van het is complex, terwijl dit conflict wordt geïmporteerd in Nederland. Dus vindt Forum voor Democratie wel iets van het feit dat het geïmporteerd wordt naar Nederland, dat er Palestijnse demonstraties zijn, dat mensen zich onveilig voelen? Wat is jullie standpunt voor de situatie in Nederland eigenlijk? Ja, dus kijk, dat is dan inderdaad een interne aangelegenheid. Mm-hmm. En dit is dus de puinzooi, de puinhoop die Rutte hier heeft gemaakt in de 12, 13 jaar dat hij hier geregeerd heeft. Dit is exact waar vanaf Hans Janmaat tot en met wij, zeg maar, voor gewaarschuwd hebben. Mm-hmm. Importeer externe conflicten niet hier naar binnen. Mm-hmm. En dat hebben ze dus al die tijd wel gedaan. En nu zitten we dus met de gebakken peren. Als er al een gemeentehuis is die eigenlijk de Israëlische vlag wil hijsen. Die dat niet doen uit angst, maar dat niet naar buiten communiceren. Mm-hmm. Dat is ongetwijfeld het geval, mm-hmm, bij heel veel gemeentes. En dat is een serieus probleem. Ja. Dat betekent dat het gezag hier in Nederland niet meer, niet meer bij politie en justitie is. Mm-hmm. Maar bij burgers, bij opstandelingen. Ja. En hoe je dat dan in één keer recht gaat krijgen, ja, dat gaat heel moeilijk worden. Mm-hmm. En het probleem is, als deze oorlog voortwoekert, hè, in het Midden-Oosten. En Israël die gaat voelt zich in een hoekje gedrukt. En gaat nog meer bommen gooien op onder andere Libanon. Fosforbommen hebben ze al gegooid, wat ook niet mag. Clusterbommen, carpetbombing, noem maar op. Daar zijn ze al mee bezig. Mm-hmm. Dus als het daar explodeert, wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja. Nog meer asielinstroom hierheen. En wij zijn gekke Henkie die alles en iedereen op wilde vangen, waardoor je het probleem alleen maar groter maakt. Dus daarom, dat is ook een van de grootste redenen dat we willen deescaleren. Wij kunnen dit gewoon niet meer aan als volk. En we hebben hele zwakke leiders die hier gewoon blind in meegaan. Maar als je een statement maakt als politieke partij, als politieke leider van een Nederlandse partij, dan maak je die statement niet per se naar internationaal toe, maar je maakt het naar jouw eigen mensen toe, toch? Dus als Baudet nogmaals, zegt... Ik weet niet hoe duidelijk ik het moet zeggen. Wij vinden het afschuwelijk. Wij vinden het vreselijk. En de allersterkste bewoordingen die je kunt bedenken, nemen wij afstand van al het geweld dat daar plaatsvindt. Van Hamas. In het bijzonder van Hamas. Israël mag Hamas helemaal kapot maken. Dat vinden we helemaal niet erg. Dat juichen wij toe. Alleen, je moet het conflict niet reduceren tot Joden tegen Palestijnen. Want dat is het niet. Nee, het is breder nu hier ook in Nederland. Ja. Maar vertel, oké, weet je... Ik luister naar het gesprek en ik weet niet of het een... Ik weet niet of ik het ermee eens ben of dit wel of geen genocide is. Nu nog niet, maar daar is wel toe opgeroepen. Ja, weet je, kijk, ik kijk er anders naar, hè. Je hebt Maslow, Abraham Maslow. Mm. Was een, ik geloof ook een psychologisch achtergrond, maar in elk geval, hij maakt een piramide. Dat is de piramide van Maslow. Ja. En de piramide van Maslow houdt in dat de mens een aantal basisbehoeftes heeft. Ten aanzien van voeding, veiligheid, onderdak, security. En dan ga je naar emoties en emotionele veiligheid. En op een gegeven moment kom je tot self-esteem, tot een krachtig zelfbeeld. Mm-hmm. En wat de piramide van Maslow laat zien is eigenlijk het model voor een gezonde staat, een gezonde natie. Namelijk dat mensen eerst basisbehoeftes moeten hebben voordat ze kunnen groeien, ja, en een maatschappij kunnen ontwikkelen en gebouwen kunnen bouwen en weet ik veel, absoluut, wat, auto's kunnen bouwen en wapens kunnen bouwen.
En wat je in de media heel erg veel ziet is dat dit zijn arme mensen. Ze hebben geen eten, ze hebben geen water, geen voorzieningen. Ze zijn voor alles afhankelijk van Israël. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben ze wel de beschikking tot de meest geavanceerde moderne technologie. Tanks, wapens, paragliders, vliegtuig kennelijk die ze heeft afgezet in de lucht. Ja, toch? De lucht zijn ze natuurlijk... Ja, die paragliders die kunnen gewoon opstijgen. Oh, die kunnen gewoon zo opstijgen. Dan hebben ze dat misschien zonder vliegtuig gedaan. Maar ik denk dat hier niet het hele verhaal wordt verteld. Dat wil ik ermee zeggen. Ja, maar daar ben ik het ook wel mee eens. En nogmaals, dus de Palestijnse inwoners, die hebben gewoon te lijden ook onder het terreur van Hamas. Ik denk vooral onder het bewind van Hamas. Ja. Vooral onder maar wat je dan ziet is dat Joden de schuld krijgen. Misschien is dat ook zo vanwege die funding die je het aanduidt, aankaart. Maar het is toch hun eigen bestuur vanwege waarom die mensen het nu slecht hebben. Ja, maar dat is... Ik snap heel goed wat je zegt. Maar ik denk dat de praktijk toch moeilijker is dan dat het theoretisch is. Je zou zeggen theoretisch, ja, dan gaan al die mensen gewoon in opstand komen. Zeggen, jongens, oprotten, wij willen jullie niet meer. Maar dit is gewoon een terroristische organisatie. Ik ga misschien iets verder dan nu. Stel je voor dat ik in de Gazastrook of zo zou wonen. En of ik nou moslim ben of niet, of christen, weet je, maakt even niet uit. Maar ik zit daar en ik ben het niet eens met Hamas. Ja. Dan wil je toch uiteindelijk, zal ik lovender spreken over Israël dan over, ik wil mijn eigen staat, Free Palestine. Ja, is dat zo? Ik denk het wel. Echt? Want dan heb ik geen vertrouwen in mijn eigen bestuur, in mijn eigen land. Ja, maar jij doet nu alsof je daar vrijheid van meningsuiting hebt. Nou, ik kan het roepen. Je kunt het, ik weet niet of je moet roepen. Nee, ik weet niet of je het moet roepen, maar ik denk dat je wel een eigen mening hebt. Oh, maar dat is ongetwijfeld wat je zegt. Want je hebt ook heel veel forensen. Ja. Mensen die vanuit Gaza in Israël werken. Mm-hmm. En vergunningenstelsel heb je daar. En mensen die heen en weer reizen. Dus ik kan me toch voorstellen dat als jij iets van je leven wil maken. Maak het bijvoorbeeld naar het model in Nederland. Je hebt hier ook bepaalde wijken die je misschien als ghetto zou kunnen. Of achterstandswijk zou kunnen typeren. Ook als je in de Haagse Schilderswijk woont en je wilt wat van je leven maken, dan kan dat in Nederland. Ja, tuurlijk, ja. En misschien is dat niet gelijk een 1-op-1 vergelijking met de Gaza, snap ik ook wel. Maar ik probeer alleen te zeggen dat er wel meer bewegingsvrijheid is, in mijn perceptie, dan gedaan wordt. Ja, als je daar raketten kunt binnenbrengen. Volgens mij is, wat ik weet, is volgens mij dat maximaal 20.000-30.000 Gazanen uit Gaza dus mogen werken in Israël. Op een bevolking van 2 miljoen is dat niet noemenswaardig. Dus dat valt wel echt heel erg mee. En nu heb je dus... Ik denk dat we echt even het verschil moeten maken tussen Hamas, dat is een terroristische organisatie, en de Palestijnen. Want ik zal je even een voorbeeld geven. Maar waarom als ik één voorbeeld mag geven. Dat was gisteren, of eergisteren, dat die terroristische aanslag werd gepleegd hier in Brussel. Tunesiër. Roepen wij nou als westerse beschaving, als Nederland, als België op, oh, Hij heeft een terroristische aanslag gepleegd. Jongens, wij gaan heel Tunesië plat bombarderen. Er is een aanslag gepleegd door een Tunesiër. Wij gaan van Tunesië gaan wij een parkeerplaats maken. Nee, maar hij vertegenwoordigt Tunesië niet. Ja, maar Hamas vertegenwoordigt Palestijnen ook niet. Ja, blijkbaar wel. Ja, geforceerd. Nee, maar wat je vergeet, Andreas, is dat er waren die zaterdag waren er in eerste instantie Hamas-strijders naar binnen gegaan. Mm-hmm. Maar daarna waren er ook gewoon Palestijnen. Ja. Naar binnen gegaan in Israël om te plunderen, om te moorden, noem maar op. Ja. Dus het waren niet alleen maar Hamas-strijders die okay, Israël... die moet je ook oppakken, moet je ook aanpakken. Snap je? Dus, dus wat ik zo opmerkelijk vind... En natuurlijk, hè, ik ga het helemaal... Ik ben het met je eens dat er een verschil is tussen Hamas en de Palestijnen. En niet elke Palestijn zal Hamas steunen. Maar hoe maak je dat onderscheid? Dat is mijn probleem. Dat is heel lastig. Want als jij in een giftige haatmilieu wordt opgegroeid, kan ik mij niet voorstellen dat daar ook mensen zijn die weten wat filosofie is. Nee, of zoals jij zegt, vrijheid van meningsuiting. Maslow, als jij niet eens jouw basisbehoeftes hebt, dan ga je echt niet rekening houden met zulke dingen. Je moet je voorstellen, een kind daar, die is 12 jaar of 10 jaar, een jongetje, die heeft al 4 broers verloren door Israël. Hè, want zo wordt het hem dan verteld. Ja. Hè, misschien vertellen ze hem niet van, ja, jouw broer zat bij Hamas, is een terroristische organisatie. Ja, dat weet dat kind niet. Ja. Dus die gaat dan een gigantische haat ontwikkelen richting Israël tegen de Joden. Ja, dus die heeft geen zelfreinigend vermogen. Ik moet naar mijn eigen. Het is echt een voedingsbron voor haat tegen
Joden en ook christenen. Ja, maar die mensen kun je toch ook niet naar het Westen importeren? Die kun je toch niet als je buurman niet hebben? Ja, dat zijn levensgevaarlijke mensen. Ja, Egypte wil ze ook niet. Die heeft ook de grens gesloten. Ook niet, ja. Ja, dan is het onderscheid klopt dan toch niet? Maar dan klopt het onderscheid. Dus, ja, precies. Dat is mijn punt. Ja, kunnen we niet een onderscheid maken tussen, hey, weet je wat, je hebt Hamas. Ja. En dat is afgescheiden. En je hebt die lokale bevolking en is de dupe. Okay, maar dat zijn geen Hamas-fans, hoor. Oké, dus als wij het onderscheid niet kunnen maken, dan moeten we gewoon 2 miljoen mensen doodmaken. Nee, dat zeg ik niet. Ja, maar wat dan wel? Ik weet het ook niet. Niet dit. Natuurlijk, dat kan je... Kijk, en waarom dat onderscheid... er niet is. Als je in Amsterdam al met een keppeltje loopt, word je al bespuugd door mensen hier. In deze westerse zogenaamd vrije... Laat staan als je met een keppeltje loopt in Gaza. Daar. Want dan moet je gaan je bloed drinken, hoor. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, kijk, hier in het Westen heb je ook zo'n sprookjesbeeld van Israël, van alsof dat exact dezelfde democratie is die wij hier in Nederland hebben, die ook daar is, waarbij iedereen geciviliseerd is. Echt een hele nette beschaving. Ik heb bijvoorbeeld met een monnik van ons gesproken, van onze kerk in Jeruzalem. Vroeg ik aan hem van, hoe word jij eigenlijk bejegend door de mede-Israëliërs, door de Joden? Hij zegt, ja, heel slecht. Ik zeg, hoezo? Dit is in 2017. Ik zeg, maar waarom dan? Hij zegt, ja, we worden gewoon elke dag bespuugd door kinderen, door ouderen. In de kerk vallen ze soms binnen, worden we in elkaar geslagen tijdens het bidden. Dus zij hebben het zelf ook niet zo met religieuze vrijheid. En wat ik ook zo raar vind is dan... waarom wij dan hier in het Westen, in Europa... Een Frans Timmermans, voormalig eurocommissaris, zegt van... diversity is our strength. The future will be diverse or death. Zoiets heeft hij ook volgens mij gezegd. Mm-hmm. Volgens mij is het letterlijk een citaat. Maar dan komt wel het Westen op, datzelfde Westen komt dan wel op om een etnostaat te realiseren voor Joden in het Midden-Oosten. Hier moet dus alles divers zijn. Hier moeten alle grenzen wagenwijd open zijn. Waarom niet hetzelfde daar dan? Waarom dan niet een divers Israël? Israël is toch divers? Nee, maar het is toch divers? Het is geen etnostaat. Hoe is dat? Israël wonen toch? Je hebt weliswaar minderheidsgroepen, maar het is niet puur Joods. Nee, je hebt dus Palestijnen wonen daar. Christenen wonen daar. Ja, in de Westbank. Moslims wonen daar. Dus je moet daar eigenlijk een beetje... Nee, maar in Israël zelf wonen christenen. Je hebt ook Aziaten. Wonen moslims. Je hebt Zuid-Indiërs, je hebt Sri Lankanen, je hebt Filipijnen. Overigens, heel veel Indiërs wonen daar. Zijn die mensen ook vermoord door Hamas. Dus dat is dus de niet-Joden zijn ook daar vermoord. Even voor de duidelijkheid, ook nu je daar toch over hebt. Je hebt ook 200.000 Palestijnse christenen die ook gewoon vervolgd worden door Hamas. Ja. Dus niet iedereen staat achter Hamas als je Palestijn bent. Nee, oké. Dat punt snap ik. Ja. Dat punt snap ik, tuurlijk. Ja. Maar dan zitten we eigenlijk op een probleem. Want aan de ene kant zit je dus met zo'n terroristische organisatie die de Gaza-strook eigenlijk runt. Ja. Maar dan heb je ook... Ze gijzelen eigenlijk ook een bevolking. Ja. Dus wat is... Althans, als we nu naar de toekomst gaan kijken... Wat denk jij dat er nu gaat gebeuren? Kijk, dan vraag je mij om iets op te lossen wat al meer dan 3000 jaar niet speelt. Oplossen, maar hoe denk je dat de komende... Hoe het verder gaat. Ja, hoe gaat het verder? Waar gaat je angst naar uit? Ook voor Nederland bijvoorbeeld. Denk je dat het nog een impact gaat hebben op de verkiezingen? Het ligt eraan hoe erg het escaleert. Zou het invloed kunnen hebben op de verkiezingen? Maar laten we hopen dat het niet escaleert. En dat het vanaf nu gewoon juist rustiger gaat worden. He, want het ging juist zo de goede kant op. Je had die Abraham-akkoorden, want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Waarom heeft Hamas dit überhaupt gedaan? Wat dachten zij hiermee te kunnen bereiken? Dachten zij Israël aan te kunnen? Dat kan bijna geen enkel land. Het is letterlijk een atoommacht. Dus wat probeerden ze hier überhaupt mee te bereiken? Zij konden hooguit tientallen, honderden mensen vermoorden. Dat hebben ze ook letterlijk gedaan. En dat is meer dan dat kunnen ze ook niet. Wat ik vernomen had, is dat ze de status quo wilden verbreken. Dus de afgelopen 15 jaar heeft Israël eigenlijk geen moeite gedaan om toenadering te zoeken tot de Palestijnen. Ze hebben ook die nederzettingen hebben ze natuurlijk uitgebreid op de Westbank. Dus eigenlijk met die kolonisten. Ja. Tegen het zere been eigenlijk aan van de Palestijnen. Mm-hmm.
En wat ze eigenlijk hiermee wilden doen met die gruweldaad is eigenlijk de status quo eigenlijk opnieuw. Maar dat staat toch nergens op. Ze denken van oké, wij gaan nu 1000 Israëli's, Joden gaan we vermoorden. En dan geeft Israël, omdat wij hun hebben vermoord, geven zij dan delen van de Westbank terug. Nee. Dus met de status quo bedoel ik, ze hebben zoiets ergs gedaan dat Israël nu wel moet reageren. Okay. Dat het niet meer business as usual is. Ja. En dat daardoor de verhoudingen weer in het Midden-Oosten weer anders gaan liggen. Dus ik denk dat na dit conflict liggen de verhoudingen ook weer anders. Dat is eigenlijk de hoop. De hoop is eigenlijk dat ze er een regionale oorlog van kunnen maken. Met Iran erbij trekken. Ik denk dat zij dat vooral willen. Omdat op een gegeven moment Trump had die Abraham-akkoorden in het leven geroepen. De Abrahamitische religies, het Jodendom, Christendom en Islam. Zouden dan een soort van verdrag tekenen. En dat zou deze week, of vorige week, zou dat getekend worden door Saudi-Arabië. Dus er zou een soort van natuurlijke, misschien semi-vriendschappelijke band ontstaan tussen Saudi-Arabië en Israël. En dan zou Hamas dus eigenlijk geen steun meer hebben. Ik denk dat ze het daarom gaan. Want de kroonprins van Saudi-Arabië, die heeft zich nu ook weer uit het verdrag getrokken. Ja. Dus als ze al iets hebben behaald, dan was dat het misschien. En wat er nu in de toekomst gaat gebeuren, het blijft natuurlijk speculeren, maar oké, wat ik hoop is dat er gedeescaleerd gaat worden. Wat er mogelijk in het ergste geval zou kunnen gebeuren, is dat Israël of dat Hezbollah steeds dichterbij gaat komen en meer dreiging gaat vormen, waardoor Israël daarop moet reageren en dus Libanon verder gaat bombarderen. Nu zijn een aantal kleine, nog steeds erg dorpjes in het zuiden van Libanon beschoten. Maar stel, ze vuren echt een raket af op Beirut bijvoorbeeld, de hoofdstad. Ja, dan gaat Syrië en Iran gaan te hulp schieten. Dan gaat de hele Arabische wereld te hulp schieten. En dan krijg je echt een gigantisch conflict van je welste. En kers op de taart dan. Misschien in al deze turmoil, in deze chaos. Dat waar Amerika dan natuurlijk dan de bondgenoot is van Israël. En ik verwacht het Westen ook. En dan heb je natuurlijk nog steeds Rusland en Oekraïne. Dat China zoiets heeft van, nou is ons moment. Wij gaan nu Taiwan pakken. Ja. En dan zitten we letterlijk in de derde wereldoorlog. Ja, nou, dat denk ik ook. Dus we moeten echt uitkijken met de volgende stappen. Het hoofd koel houden. Niet met emotie reageren. Want als het gaat zoals ik net voorspeld heb hoe het zou kunnen gaan, ja, dan zitten we in een derde wereldoorlog. En jij, Awish, wat denk jij? Ja, ik vind het heel lastig te voorspellen. Ik zou jullie nog wel willen horen trouwens over of jullie ook vinden dat Palestina weer moet bestaan. Dat vraag ik mij namelijk af. Dus iedereen roept dat, hè? Er wordt geroepen bij demonstraties van Free Palestine, alsof het bestaat nu even niet, maar ze willen weer terug naar die staat. Ja. Ik denk dat je dat niet moet doen, omdat je moet goed bestuur hebben. Je moet mensen hebben die het beste met hun eigen volk voor hebben. Ik wilde ook nog reageren op een ander punt wat jij net zei. Als Israël daar bommen zou gooien, dat vind jij genocide. Ik denk dat juist deze mensen zichzelf om zeep helpen. Dus het is een soort, het is een soort suicide, genocide of zo. Ik geloof Hamas niet. Dus. Ja, Hamas, maar eigenlijk gewoon alle mensen die daar wonen. Ik denk dat zij het systeem daarvan in stand houden. Misschien denk ik er te makkelijk over, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je echt onderschat hoe het is om onder een terroristisch bewind te wonen. Echt. Ik heb verhalen gehoord van mensen. Ik ben in 2017 ben ik ook in Irak geweest. Ik heb daar mensen ontmoet die onder het regime van ISIS geleefd hebben. En ze hadden drie opties. Dat was of je wordt moslim, of je betaalt jizya. Dat is een speciaal soort belasting voor ongelovigen. Voor ongelovigen, Of je gaat weg. Hè? Dus ze moesten dan extreme bedragen betalen omdat zij niet weg konden of niet wilden. En christen wilden blijven. En wat voor terreur ze daar meemaakten. Ik denk dat het echt te makkelijk praten is vanuit het veilige Westen waar wij nu in zitten, om te zeggen van ja, ook al leef je onder een terroristisch bewind, moet je toch weerstand bieden. Ben ik helemaal voor, hoor. Tuurlijk moet je terrorisme weerstand bieden, maar ik denk dat niet zo makkelijk gaat. Nou, ik weet niet of je weerstand moet bieden. Ik begrijp dat niet makkelijk kan in de praktijk, maar ik denk dat deze mensen zichzelf om zeep helpen. En, maar hoe zouden zij dan moeten? Hoe zou jij het dan zien? Wat zouden ze dan moeten doen? Ik denk niet dat je dit soort mensen een eigen stuk land moet geven.
Ook al zouden ze daar historisch recht op hebben. Dat is nog even een discussie trouwens. Nee, maar dat laat dus ik even midden. Maar... Ik neem aan dat niemand zegt dat Hamas een bestuursorgaan moet zijn. Nee, ja. dat sowieso niet. Ja, nee, maar als je Hamas wegvaagt, dan zit je daar nog steeds met mensen met PTSS, met trauma, met giftige ideologieën, met haat op etnische of religieuze gronden. Dus als je Hamas weghaalt, dan blijf je dat probleem gewoon houden. Dus ik denk dat dit probleem nooit ophoudt. Nee, en dit gaat ook al 3000 jaar door. Daarom, hè? Dit houdt gewoon nooit op. Dit houdt niet op, En iedereen kan het ontkennen, maar het is natuurlijk heel duidelijk een etnische en ook een religieuze conflict, oorlog. Ja. Daarom, ik weet zelf ook niet wat de oplossing is. Dus haal Hamas weg, maar... Het probleem blijft. Kan zo een nieuw Hamas creëren. Kijk naar Irak, haal Saddam Hussein weg. Weet je, het probleem blijft. Sterker nog, het wordt erger. Kijk naar Afghanistan, weet je. Daar zit de Taliban gewoon. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Saddam was dan wel een dictator. Ja, maar volgens mij is wat er nu wel het meest stabiele Irak ooit geweest. Dat denk ik ook. Want laatste tijd daar gebeurde, Ja, dus ik heb geen vertrouwen in het feit dat als Hamas weggaat, dat je er andere mensen neerzet. Ik heb er geen vertrouwen in. Nee, ik geloof ook niet dat dat de oplossing is. Maar ik weet ook niet wat de oplossing is. Dit gaat al 3000 jaar zo. Maar ik denk dat we dat niet weten, omdat we niet die... We willen de Gazastrook niet plat bombarderen. Dat wil je ook niet. Dat wil je gewoon niet. Stel je hebt dat gedaan. En dan? Denk je dat die Palestijnen in de Westbank daar geen wrok tegen hebben? Dan voed je toch die kant toch ook. Dan moet je die ook allemaal doormaken. Ik denk het niet, want als ik een Palestijn ben uit het buitenland, dan ben ik het niet eens met die mensen wat ze er doen. Die mensen zijn toch gevlucht omdat ze daar niet met het bewind niet eens waren. Dus die staan toch helemaal niet achter dat bewind en misschien ook niet eens per se achter hun land. Ja, maar kijk, laten we dan even teruggaan naar de creatie van de staat Israël. Stel Nederland. Gewoon Nederland, deze landgrenzen. En dan komt in één keer een wereldmacht, nou laten we zeggen China, een land waar je eigenlijk helemaal geen binding meer hebt. En die zegt dan van, oké, de provincies, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel zijn nu voor de Assyriërs. Oké, dus een soort herverdeling. Voor de Assyriërs. Ja. We hebben geen land. Ik heb soms ook afgenomen. Ja. Dit is nou van de Assyriërs. En er wonen daar vrijwel geen Assyriërs in Nederland. Dus die worden allemaal geïmporteerd uit het Midden-Oosten en uit Rusland en noem maar op. En jij ziet dan als etnische Nederlander van... What the fuck? Hoezo zijn we in één keer helft van ons land kwijt? Wie ben jij überhaupt om mijn land af te pakken, ga je dan denken? Mm-hmm. En zo voed je dus dat gedachtegoed. Mm-hmm. En ik weet niet wat het is, maar de mensen in het Midden-Oosten... Het zijn sowieso al wat recalcitranter en we hebben meer vechtlust. Die hebben gewoon een sterke identiteit, ook vanuit islam misschien, vanuit de cultuur. Ja, dat kan ook, ja. Ja. Dat versterkt dat gevoel ook nog. Ja, ja, dus ik snap niet hoe je dat dan kan oplossen. Nee, dat kan je ook niet oplossen. Dit ga je ook nooit oplossen. Ze zijn er nu eenmaal, kunt ze ook niet meer wegsturen. Nee, dus moet je ze containen en moet je ze ook... Misschien moet je er ook wel een hek om bouwen. Omdat het gewoon gevaarlijke mensen zijn. En anders gaan ze problemen veroorzaken in je eigen omgeving. Dus ik snap dat ook. Het klinkt misschien niet menselijk dat ik dat zeg. Oké, maar dus in deze analogie die ik net had. Dus had in Nederland. Nederland dus in één keer Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel verloren aan de Assyriërs. En op een gegeven moment... de etnische Nederlander alleen nog Limburg en Zeeland over. Mm-hmm. Van het hele Nederland. Mm. Dat is gewoon vragen om problemen. Dat is ook vragen om problemen, maar in het verleden, maar daar gaan we misschien een andere keer over moeten spreken. Ja. Israël heeft wel vaker aangeboden... Twee staten oplossing. Ja. Klopt. Ja, daar ben ik het ook maar mee eens hoor. Ja. Misschien is dat ook wel ze de beste oplossing. Ze hebben altijd nee gezegd. Dat is waar. En Hamas heeft vervolgens weer Israël aangevallen. Klopt. Dus dan ben jij, als ik Israël ben, dan ben jij niet een goede gesprekspartner voor mij. Wat ik begrepen heb waarom ze dan neerzeiden, dat was omdat zij dan het kleinere stuk van die twee staten. Dus het was niet gelijk verdeeld. Ja. Ze zeiden ook van, wij hebben een veel grotere bevolking dan jullie. Dus toen die twee staten oplossing werd voorgesteld, dus daar zijn ze niet mee akkoord gegaan. Snap ik enigszins ook wel. Ja, maar ze willen het dus niet. Nee, klopt. Zij willen het gewoon überhaupt niet. Maar als je kijkt naar de status quo, dat is toch ook niet... Dit is toch ook niet hoe ze willen leven? Nee, dit is echt insane. Dit wordt nooit opgelost. Nee, ik ben gewoon maar, niet. Maar wie het ook is, wie de Palestijnen ook aan het funden is, financieren is... Zolang zij gewoon wapens hebben en machtsmiddelen en pressiemiddelen hebben... gaan ze dat gebruiken.
En krijg je misschien wel een etnische suicide op Israël? Maar stel inderdaad dat Israël gewoon zegt van, weet je wat, wij gaan gewoon alle Palestijnen van jong tot oud, we gaan ze gewoon allemaal doodmaken, zijn van het probleem af. Zoals wij zouden zoiets doen. Dan ben je nog steeds niet van het probleem af, omdat het, de hele Arabische wereld het nooit zou accepteren. Ik bedoel, al die protesten hier in Nederland, zoveel Palestijnen wonen niet in Nederland. Nee, maar dan zijn ook Turken, Marokkanen, Tunesiërs. Ja, absoluut. De hele islamitische wereld staat achter Palestina. Uiteraard, niemand zal dat accepteren. Nee, dus dit wordt al geïmporteerd. Nee, dus er is geen oplossing. Ja, nee, ze blijven gewoon elke dag raketten naar elkaar toevoeren. En wij moeten hier massaal op elektrische auto's gaan overstappen, omdat we geen CO2 mogen uitstoten. Precies. Maar daar omdat worden gewoon met raketten... worden gewoon te veel gelaten heeft. Dit lost niet, lost nooit op. Nee. Maar wat denk je dat, als je kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen periodes, de demonstratie in Nederland ook, hoe het sentiment in Nederland is... Ja, ik ben er bang voor dat dit probleem wel geïmporteerd wordt. Het is al geïmporteerd. En dat je alle mensen die affiniteit voelen met het Palestijnse volk. Ja. Dat kunnen moslims zijn, dat kunnen ook niet-moslims zijn. Dat kunnen ook linkse figuren zijn. Ja, nog van, ja. Maar die mensen die affiniteit voelen met het Palestijnse volk. Mm-hmm. En vanuit hun beleving echt vinden dat de Palestijnen geholpen moeten worden. Ja, die kunnen escaleren. Ja, dat kan. Zeker. En dan krijg je dus een etnisch of religieus... oorlog of aanslagen. Ja. En dit is waar we dus al jarenlang voor gewaarschuwd hebben. En niet alleen wij. Ja, want je importeert... Vanaf Janmaat is dat al begonnen. Ja. Maar wat is de oplossing? We kunnen terugkijken, maar wat is nu de oplossing? Want kijk, waarschijnlijk zullen we onder dit filmpje ook allemaal haatberichten krijgen van mensen. Maar ik bedoel de oplossing voor hier in Nederland? Ja. Dus wij moeten sowieso onze grenzen dicht doen. Mm-hmm. Dat sowieso. Alleen al om het feit dat we gewoon te weinig huizen hebben. Dat we het financieel niet meer kunnen dragen. Om moeten de welvaart te delen met te veel mensen? Dat kan gewoon niet meer. Ja. Het is ook gewoon veel te druk geworden in al die files en zo. Dus alleen al om die reden zou je het al moeten sluiten. Maar mensen hier, de mensen hier haal je niet weg. Snap je? Nee, dus er moet echt een gigantische... Ja, een soort revolutie komen. En dan heb ik het absoluut over een gewapende revolutie, maar echt een mentale revolutie over het hele integratieproces. Kijk, weet je wat ook het probleem is? Waarom die andere culturen hier zo floreren? Mm-hmm. Is omdat de Europese identiteit, of laat ik zeggen de Nederlandse identiteit, het Nederlandse cultuur hier niet meer floreert. Mm-hmm. Die is gewoon afwezig. Mm-hmm. Dus er is een gigantisch gat, een heel vacuüm hier. Mm-hmm. Dat gaat hoe dan ook gevuld worden. En dat gaat gevuld worden met de mensen die hij hier importeert. Mm-hmm. Wat is nou nog de Nederlandse cultuur dan? Is dat, windmolens, is dat het? En hoe doe je dat dan? Wat stellen jullie voor? Het is een zwakte... van de westerse beschaving op dit moment, zo zie ik dat, dat zij die ruimte gecreëerd hebben, die vacuüm gecreëerd hebben, die automatisch gevuld wordt, met een cultuur die een expansiedrift heeft, met een vechtlust waar ik het net ook over had. Mm-hmm. Dus wij moeten... En vechtlust is niks mis mee, hè? Nee, dat is prima. Ik wil dat Nederlanders je mag vechten voor de juiste principes. Ik wil juist dat de Nederlander die vechtlust ook krijgt. Maar het gaat om het destabiliseren van het land. Precies. En de economie en de beschaving. En, ja. Ja, ik heb geen idee. De oplossing is, ook een remigratiebeleid hebben, hè? Dus mensen aansporen om terug te keren. Weet je, geef ze, weet ik veel, 10.000, 20.000 euro. Zeg, lever je paspoort in en kom niet meer terug. Dat is misschien nog zelfs goedkoper dan ze in te burgeren. En beginnen eerst uitkering. Maar dan zeggen alle economen, ja luister, weet je, we zitten met vergrijzing. Ja, nou dan zitten we maar met vergrijzing. We zijn begonnen met die import. Ja. Omdat we dachten, we hebben gastarbeiders nodig. Ja, nou, dan moet je het maar even over een hele andere boeg gooien. Ten eerste moet je al die bullshitbanen moet je mee ophouden. Mensen die spirituele coach zijn. Of ik veel wat mensen tegenwoordig doen. Ga gewoon fatsoenlijk werk nemen. En stimuleer kindergeboorte. Geef een hele hoge kinderbijslag. Mm. In Duitsland is het volgens mij zo dat als jij... Dan krijgen we straks nog meer migranten. Nee, maar ze moeten niet allochtonen. Dat moet je dus doen nadat je de grens dicht hebt. Oké, okay. Ja, maar dus de mensen die hier zitten... Dus eerst de grens dicht. En dan zou je dat kunnen doen. In Duitsland is het volgens mij zo dat als jij kinderen hebt, dat jij een hogere hypotheek kan nemen. Weet je, maak het interessant voor mensen om weer kinderen te hebben. Ja. Oké, maar dat is het ideaal. Maar hoe denk je dat het gaat in Nederland?
Waar gaat het naartoe? Nu op dit moment? Ja. Oké, we zijn eindelijk van de dynastie Rutte af. Maar de vraag is altijd van of het alternatief beter is. Dat weten we niet. Zoals er nu op lijkt, heb je een soort van verenigd links. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar echt heel veel spanningen intern zijn. Omdat het is gewoon niet hetzelfde. Hè? Mm-hmm. PvdA en GroenLinks is niet hetzelfde. Je ziet ook duidelijk dat ze nu echt in dubio zitten van zijn we nou pro-Palestina, zijn we pro-Israël. Ja. Dus ik denk ook niet dat zij de grootste gaan worden als dit conflict zich verder blijft escaleren. En dan moet je op een gegeven moment een kant kiezen als links, omdat je solidair moet zijn. Zij doen altijd om solidariteit, maar met wie ben je dan solidair? Met die of die? Zij kunnen niet echt een neutrale positie innemen. Dus ik denk niet dat zij de grootste worden. Dus dan heb je eigenlijk alleen waarschijnlijk Pieter Omtzigt of weer de VVD. Mm-hmm. Ja, als de VVD aan de macht komt, dan is het gewoon ja, meer van hetzelfde. Wat we same, nu shit. Ja, same shit. Gewoon, ja, ja. Same shit, different day. Yeah. Wordt het Pieter Omtzigt, dan kan het heel interessant worden. Denk je dat Forum een rol gaat spelen in de formatie? Nou, wij staan er wel voor open. Alleen Pieter die heeft al aangegeven van wij gaan niet met PVV en Forum in een coalitie. En dat verwijt ik hem eigenlijk ook wel. Want hij als degene van nieuw sociaal contract, nieuwe politiek, dat oude politiek, dat willen we mee afrekenen. Nou, politieke partijen uitsluiten is ook gewoon oude politiek. Dus dat siert hem niet dat hij dat op die manier doet. Mm-hmm. Maar wij staan daar zeker voor open. Maar voor hetzelfde geld kan het ook zo zijn dat de partij van Omtzigt ook scheuren gaat vertonen. Want wat ik begrepen had... Het gebeurt al een beetje, die scheuren. Ja, hij heeft al 2 mensen eruit gestuurd. Ja, ja. En wat ik begrepen had, zijn nummer 3 bijvoorbeeld, die kende hij 2 dagen voordat hij de lijst heeft bekendgemaakt. Ja. Dat is zijn nummer 3. Dus daar heeft hij niet over nagedacht, niet goed. Hij heeft misschien, denk ik, gewoon veel te weinig tijd gehad. En mensen die verwachten wat van je. Dus het kan ook zoiets zijn dat hij zoiets heeft van ja, eigenlijk wil ik dit niet, maar iedereen vraagt erom, dus ik ga het maar doen. Ja, maar je moet het waar kunnen maken. Ja, maar je moet het waar kunnen maken. En of dit nog verstandig was, ja, tijd zal het leren. Dus ik weet niet, we gaan heel interessante... De PVV is toch ook best wel aan het groeien? Ja, sinds VVD heeft... Sinds het Israël-conflict eigenlijk, kreeg je weer wat zetels voor PVV. Ja, en niet alleen dat, omdat de VVD daarvoor ook zei van we kunnen praten met Wilders. Dus ze hebben het uitgesloten dit keer bij deze verkiezingen. Dilan, Yeşilgöz. Mm-hmm. En je ziet ook dat Wilders, toen hij dat hoorde, heeft hij, zoals hij zegt, de scherpe kantjes eraf gehaald. Ja. Zij is ook iets gematigd geworden. Is bewust Thierry gaan aanvallen. Van, om aan de mensen te laten zien van, jullie dachten, ik ben gek. Nee, hij is gek. Over die maanlanding, toch? Ja. Die opmerking over van 9-11 en de maanlanding. Ja. Waar ik overigens zelf ook niet aan geloof, maar dat terzijde. Oké. Okay. Mm-hmm. Dus hij probeert nou een beetje eigenlijk weer vrienden te worden met zijn perskop, de VVD. Ja. Maar ik denk niet dat dat tot een regering zal leiden. Want als nieuw sociaal contract, dus Pieter Omtzigt, stand bij voet houdt en zegt van ik ga gewoon niet met de PVV in een coalitie. Dan kunnen ze ook geen coalitie vormen. VVD en PVV zijn bij lange na niet groot genoeg. Nee. Ook al zou BBB erin komen, die trouwens heel erg gekrompen is. Ja, die is best gekrompen. Ja, ja, dus die zit ook niet in de top 3 of zo. Het is, nee, gewoon een middenpartij, 10 zetels volgens mij staan ze peilingen. Maar een van de misschien wel belangrijkste dingen die we niet hebben besproken. Jij hebt jezelf ook verkiesbaar gesteld. Ja. Je staat op de kieslijst, toch? Voor de FVD. Ja, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Plek 9. Ja. En wat zijn bepaalde speerpunten die jij in de campagne gaat meenemen? Waarom zouden mensen op Andreas moeten stemmen? Ik denk dat het... wij zijn echt een unieke partij, FVD. Ik denk niet dat het per se... Dat ik een heel ander geluid zou laten horen dan bijvoorbeeld een Gideon of een Freek of een Thierry. Mm-hmm. Want wij... Nou, je moet niet... Wij staan waarom, over, ja, ja, ja. Kijk eens kunnen op jou stemmen. Okay, dus nou, vertel. Waarom zouden ze... Wat ga je voor ze doen? Ja, dus ik... Dus waarschijnlijk ongetwijfeld is het al duidelijk. Ik ben zelf christen, dus ik probeer ook met een christelijk beeld, met een christelijk perspectief naar de politiek te kijken. Dus ik wil ook de christelijke stem zijn binnen het FVD. Daar is ook alle ruimte voor. Dus daarin zou ik mij dan onderscheiden tussen de andere geweldige Tweede Kamerleden die we hebben en potentieel Tweede Kamerleden.
En natuurlijk representatie uit het oosten. Mm-hmm. Uit Twente, uit Enschede. Ik ben daar geboren en getogen. En mm-hmm. je ziet ook, omdat ik daar ook nog woon, mm-hmm. Maak ik ook gewoon mee wat daar allemaal speelt. Snelwegen die maar niet gebouwd willen worden. Mm-hmm. En dat soort dingen. Kanaal Almelo, De Haandrik, wat een gigantisch fiasco is geworden. Dat is eigenlijk een soort van Groningen 2.0 waar niemand het over heeft. Dus er moet ook gewoon representatie vanuit Twente zijn, vind ik. Ja, ja. Dus voor de mensen die in ieder geval in het oosten wonen, die zoiets hebben van, nou, ik zou toch wel op Forum gaan stemmen. Ik ben ook christelijk. Ja. Dan ben jij een hele goede kandidaat voor... Maar ook als je in het westen woont, ben je ook altijd welkom op mee te stemmen. Ja, dus ga gewoon op Andreas stemmen dan, zou ik zeggen. Dankjewel. Dus heb jij nog iets wat je mee wil afsluiten? Nee. Ik vind het onderwerp wel lastig, merk ik. En ik merk ook dat we ons niet per se volledig kunnen uitspreken. Mm-hmm. En ik maak me zorgen om dat klimaat. Ja. Weet je, ik vind dat we hier in het Westen, in Nederland specifiek, moeten we ons altijd kunnen uitspreken. Maar je ziet dat niet altijd kan. En je komt maar één gek tegen. Je hoeft maar één gek nodig te hebben die denkt, hey, weet je wat, ik wil je om zeep helpen of zo. Ja. Ik maak me daar zorgen om. Omdat, als ik nog één laatste ding daarover mag zeggen. Ja. Je ziet ook nu gewoon dat nu dat conflict daar steeds verder escaleert. Ja. Het broeit hier ook. Het broeit onder de mensen. Mensen uit de islamitische wereld, moslims hier, natuurlijk niet allemaal, maar die allemaal gevlucht zijn de afgelopen tijd vanuit Syrië, waarvan heel veel ook gewoon ISIS-terroristen zijn, die gewoon hun paspoort in water hebben gegooid en zeggen van, in mijn huis is ook gebombardeerd. Ja. En die hier, soort van sleeper cells hier zijn. En zodra daar het een en ander aan de gang is, zij hier ook weer actief worden. Ja. En het zie je ook bijvoorbeeld. Er was een aantal dagen geleden, gisteren volgens mij, dat artikel in de NOS dat een veroordeeld ISIS-terrorist een jaar lang hier bij vluchtelingenwerk heeft kunnen werken, potentieel mensen heeft kunnen ronselen of bedreigd heeft. Hij heeft zelfs een VOG gekregen. ISIS-terrorist heeft een VOG gekregen. Heeft hier een jaar lang bij vluchtelingenwerk gewerkt. En dit vind ik ook zo cru en dit maakt me ook echt oprecht boos. Stel je eens voor dat de Nederlandse overheid zegt, wij gaan Hamas-terroristen hierheen halen. Ja. Dan zou de wereld te klein zijn. Maar het is wel wat ze met ISIS-terroristen hebben gedaan. Ja. Mijn volk is afgeslacht door die ISIS-terroristen. Mm-hmm. Zij zeggen van, wij halen ze hierheen, want omdat ze daar de kans anders bestaat dat ze daar niet vervolgd gaan worden, terwijl Irak al lang gezegd heeft, wij willen ze gewoon de doodstraf geven. Die mensen die van Nederland naar Syrië zijn. Ja, die uitreizigers, ja. En dat mag dan niet weer van Nederland, omdat dat onethisch is, de doodstraf volgens de overheid. Nou, dan halen ze terug, ontlopen ze alsnog hun straf. Ja, halen ze hierheen, krijgen ze een VOG, kunnen ze werken bij vluchtelingenwerk. Dit is gewoon utopisch wat je vertelt. Ik geloof het bijna niet. Ja. Ik geloof je wel, maar ik bedoel, dit kan toch niet? Ja. Snap je? Dit kan toch gewoon was niet? Was het maar gelogen, maar helaas is dat de realiteit. Ja, ik maak me zorgen over het Westen. Ik maak me zorgen over Nederland. Ik maak me ook zorgen over onze toekomst. Die van onze kinderen, kleinkinderen. En niet vanuit een bepaalde etniciteit of religieuze achtergrond. Ik maak me gewoon echt zorgen om het wonen in Nederland. Ja. En ik vraag me af of hoe lang het nog bewoonbaar blijft hier. Ja, het is, als dit zo doorgaat, is het op een gegeven moment ook gewoon een conflict dat op knappen gaat staan. Ja. 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 En dan zijn we terug bij af. Ja. Zijn we terug bij af, weet je? Dan is alles waar het Westen zich aan opgetrokken heeft en waar het opgebouwd is gewoon weg. Want dan heb je weer raciale oorlogen, etnisch geïnspireerde of religieus geïnspireerde oorlogen. Ja. En ik weet nog, het resoneert nog altijd door in mijn hoofd. Een Femke Halsema die zei, ja, ik ben er ook voor de extremistische groepen, weet je? Zijn ze dat? Zolang ze zich maar aan de wet houden, ja, toch? Ja, maar je kunt niet extreem zijn en je aan de wet houden, toch? Dat snap je dus. Ik maak me zorgen. Ja. En vooral... Vooral met dit soort bestuurders zonder ruggengraat. Ja, precies. Die linkse bestuurders die dan zeggen, nee, maar we moeten voor deze mensen opkomen. Ja. Ze zullen zich keren tegen de democratie met maar de spelregels van de democratie. Ik moet daar wel bij zeggen. Tot nu toe ben ik 100% eens met wat jij zegt. Alleen wij hebben ook een bijbel heb je een uitspraak zegt van, voordat jij de splinter in mijn ogen ziet,
Moet je met je eigen ogen zien. Ja, de balk in je eigen ogen. Ja. Wij hebben ook echt kilo's boter op onze hoofd. Want wij zijn wel continu Amerika aan het helpen met het bombarderen van het Midden-Oosten. En dan, die mensen gaan dan gewoon een haat ontwikkelen voor het Westen. Voor het hele Westen. Ja, tuurlijk. Maar dat snap ik ook wel. Ja. Dus wij moeten ook gewoon ophouden met steeds interveneren en bombarderen. Wij hebben daar niks te zoeken. Laat die mensen gewoon met rust en laat ze daar. Eens. Ja. Eens. Ja, eens. Ja, en ik denk ook, hè, kijk, het conflict in het Midden-Oosten maakt eigenlijk heel veel dingen hier in het Westen zichtbaar. Ja. Maakt eigenlijk zichtbaar wat voor polarisatie er is. Klopt. Dat mensen eigenlijk bedenken dat integratie gelukt is of dat het goed gaat in Nederland. Maar het mislukt. Totaal mislukt is. Totaal mislukt. Dus het laat zien dat de integratie mislukt is, dat mensen langs elkaar heen leven. Ja. Dat er eigenlijk verschillende beschavingen zijn eigenlijk in het Westen. Ja, en wat mij ook heel veel stoort is dat bepaalde mensen zien een bepaalde sociale hiërarchie, een sociale ordening. Hmm. Ik sta vanwege dit geloof boven de niet-gelovigen. Ja, dat ga je dan dus, ook krijgen, dat legitimeert dat ik jou een paar klappen geef. Snap je? Precies. Ik noem iets. Ja. En de vrijheid van meningsuiting is in het geding, want mensen durven zich niet meer uit te spreken. Ja. Ja. Kijk, maar dat was eigenlijk al het geding. De samenleving was wel mislukt op het moment dat Wilders eigenlijk beveiligd moest worden vanwege zijn mening. Ja, zeker. Klopt. Op dat moment dat Pim Fortuyn eigenlijk neergeschoten is. Ja. Van Gogh, ja. En dat zie je nu ook, weet je. Klopt. Mensen zijn bang gewoon. Dat was toch afgelopen zondag was in Amsterdam. Mensen zijn gewoon bang om een andere mening te geven. Ja. Klopt. En kijk, wat je er ook van vindt, of je nou pro-die of pro-die bent, of mensstandpunt, dat je neutraal wil blijven, of althans je handen ervan af wil trekken. Ik las bijvoorbeeld dat demonstranten in Amsterdam hun vlaggen moesten inpakken, omdat ze anders belaagd zouden. Dat er zelfs een oproep was van de politie om je Israëlische vlag op te vouwen. Ja. Kijk, ook al ben je niet voor die kant, als je het zo laat escaleren hier in Nederland, duizenden kilometers verderop, dat hier mensen dat niet eens meer kunnen, dan heb je wel een heel groot probleem. Ja. En het gaat denk ik alleen maar erger worden. Ja. Dus we gaan de comments gaan we bekijken. Houd netjes in de comments. We zijn benieuwd naar jullie mening hierover. Ook naar wat jullie van Forum vinden en hun standpunt. Ook Andreas zelf. Jullie op Andreas gaan stemmen. Vond je het een leuke uitzending? Geef het een like. Hieronder staat het rekeningnummer. Mocht je willen doneren, dan kan je doneren. We doen het altijd vrije bewegingen, eigen middelen. Dus alles is mooi meegenomen. En Andreas, we gaan je waarschijnlijk nog een keertje uitnodigen om het te hebben over de campagne. Dat is goed. Want de 22e is de verkiezing, hè? Ja. 20 november. Ja. Dus we gaan elkaar zeker daar nog treffen, want we hebben het nu voornamelijk gehad over Israël. En sport. Vanwege de... En sport, ja. Exact. Ja. Dus we gaan het zeker doen. Heb jij nog iets wat je kwijt wil aan de kijkers? Één laatste ding. Heel veel mensen die zijn teleurgesteld in de politiek en voelen hetzelfde wat wij ook voelen. En hebben zoiets van... je heeft toch geen zin meer. Wat ga je nog stemmen? Het is steeds dezelfde poppenkast. Poppetje X wordt vervangen door poppetje Y. Uiteindelijk is het beleid hetzelfde. Ik snap dat je je zo voelt. Maar echt, ga gewoon stemmen. En dan stem op wat jij... waar je ideologisch achter staat. Maar het is belangrijk om in ieder geval te stemmen. Die luxe heeft niet iedereen. Daar moet je gewoon gebruik van maken. En als je een beetje slim doet, dan ga je gewoon op nummer 9 van de FVD stemmen. En Awish, laatste woord voor jou? Ja, wees lief in de comments, weet je. Houd er rekening mee dat je in Nederland leeft en dat sommige mensen misschien niet jouw mening hebben. Blijf respectvol naar elkaar. Tot volgende week.